Oké, in het heel kort, Jan te Mosselman, programmamaker in de Bali. Fijn dat u er allemaal bent. Daar was ik. De afgelopen jaren heb ik veel programma's gemaakt over seksisme. En ik ben ontzettend blij dat we dus vanavond deze samenwerking hebben met Nasty Women Amsterdam. Er is een fantastische expositie boven die aandacht vraagt voor tentoonstellingen. Bent u allemaal al geweest? Mag ik handen zien van wie er al... Oh, hartstikke goed. Nou, ook een aantal nog niet. Dus als u nog niet gekeken heeft, loop zo eventjes naar boven. Nee, we praten over seksisme. Dat is eigenlijk helemaal niet zo feestelijk als de opening van de expositie net was. Maar we dachten wel dat het een goed idee was om daar vanavond wat langer over door te praten. En ik ben ontzettend blij dat we dat doen met een aantal vrouwen die allemaal echt dijken van carrières hebben. En ik denk dat het heel goed is dat we vanavond van hen horen hoe ze dat hebben weten op te bouwen. Ondanks het seksisme wat zij toch ook wel, nou ja, het kan bijna niet anders dan ook ervaren hebben. Wat gaan we doen? We hebben een aantal panelgesprekken, een aantal lezingen, een aantal intermezzo's. Maar voordat ik de sprekers van vanavond wat uitgebreider aan u ga voorstellen, wil ik eerst Erko Caravan vragen om naar voren te komen. En kort iets te vertellen. Hallo. Hallo, doet hij het? Heb ik geluid? Ja. Fijn. Ja, ik sta de hele tijd aan. Expositie, boven. Ja. Waarom? Ja. Nasty Women Amsterdam. Dat is ontstaan uit Nasty Women New York. Dat is opgericht toen Trump verkozen was. Daar was iedereen redelijk kapot van, want dat had niemand verwacht. En hij is natuurlijk het voorbeeld van grab 'em by the pussy. Iedereen weet de Women's March die toen geweest is, de pussyheads die geboren waren. Maar er stond ook een stel kunstenaars op die een expositie hebben georganiseerd voor het goede doel, voor Planned Parenthood. Waar Trump dus tegen is, abortus en zo. En dat was een enorme expositie. Kunstenaars doneerden hun kunst. En de hele opbrengst ging naar het goede doel. Nou, dat heeft heel veel navolging gevonden in Amerika, maar ook in Europa. En ik heb toen voor Amsterdam ook een versie, de eerste editie georganiseerd. Dat was een groot succes. En ik dacht, nou, daar blijft het dan bij. Maar ja, seksisme, dat is niet opgehouden. Dat gaat gewoon door. En ik had op een gegeven moment contact met Tinkerbell. En die zei, moeten we niet, naar aanleiding van het gedoe rond Femke Halsema, daarom heten we Team Femke, Nasty Women Team Femke, moeten we niet weer opnieuw daar aandacht voor vragen, een statement maken tegen seksisme. Dus ik heb een oproep gedaan, we hebben met z'n allen oproepen gedaan naar kunstenaars, doneer je kunst, wij verkopen dat voor het goede doel. En er is enorm veel respons op gekomen. We hebben die expositie ingericht, er zijn 250 kunstenaars ongeveer, iets van 280 kunstwerken hangen daar. En vanmiddag hebben we echt een enorme hoeveelheid kunstwerken al verkocht. Maar nog niet genoeg. Dus ik zag net al handen van mensen van, zijn jullie er geweest? Maar ik wil nu weten, wie heeft er ook wat gekocht? Steek je hand op. 1, 2, 3, 4, 5. Ik zie nog een hele hoop mensen. Ja, yo. Ik zie er nog heel veel mensen die niet hebben gekocht. Dus jullie kunnen straks nog naar boven en dan kunnen we nog wat kunst kopen. Heel erg leuk. Gaat allemaal naar het goede doel, naar Elans Academy en Dokters van de Wereld. Het anticonceptiespreekuur voor ongedocumenteerde vrouwen in de Bijlmer. En ik had net even gekeken wat de opbrengst tot nog toe is. En ik had zoiets, ik heb zelf niet de betalingen gedaan vandaag. Dus ik heb geen idee. Dus ik heb net even gekeken. En kreeg net nog, toen ik hier zat, nog weer een bestelling binnen. Ja, mag ik toch nog dat kunstwerkje kopen? Ja, dat mag. €100 erbij. We zitten nu op €13.452. Mooi. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Goed gedaan. Dus dat is Nasty Women. Dankjewel. Mooi. Dankjewel. Zo. We gaan straks praten met Tinkerbell. Zij zal als eerste een lezing geven. Daarna hebben we een panel met Stella Bergsma, Meertje Hulkens en Els van der Plas. Els van der Plas blijft dan zitten. En Lisa Muge. Nee, Muge. Mugge, is oké. Okay. En Sharon Gesthuizen schrijven dan ook nog aan. Maar mag ik eerst een warm applaus voor Tinkerbell? Deze? Hallo, hallo. Ja? Is dit heel grappig? Oh, ja. All right, moment. Ik was even vergeten dat ik hierom had verzocht. Ja. Ik laat je even met dit. Ik heb trouwens opgeschreven ergens van wie dit is. Dit is een
een quote, of een citaat van Twitter van Jippeke en haar account. Dus als jullie haar even taggen, dat is wel leuk misschien. Monster Goldie. Dus als je allemaal even een foto maakt en dan Monster Goldie even taggen. Dat zou aardig zijn voor haar. Want de aanleiding, nou, die begrijpen we wel. Dat is natuurlijk, je noemt het net het gedoe rondom Femke Halsema. Laten we maar even het gedoe noemen. Voor mij was er, ik volgde het gedoe. Een soort hoogtepunt waar ik besloot, er moet iets. En dat is een artikel in het Parool op 21 september. En ik heb een paar zinnen uit het artikel geknipt nu. Zonder context, maar dan weet u eigenlijk al genoeg. De man van onze burgemeester Femke Halsema ging gebukt onder haar carrière. Hij had stappen teruggedaan voor haar ontwikkeling, waardoor een eerschuld was ontstaan. En dan in hele grote, dikke letters stond er: partners van topvrouwen staan onder druk. Dat is kennelijk een probleem. Ik hou ervan dingen te fixen als er een probleem is. En ik vond dit, ik weet niet, ik voelde ongemak. En ik wist niet zo goed wat ik hiermee moest doen. Ik heb een beetje ruzie met deze microfoon. Dus ik heb toen een appgroep opgericht. Dat doe ik wel vaker. Ik heb al heel veel appgroepjes. En daar heb ik allemaal, nou, niet alleen vrouwen, maar laten we zeggen feministen, waaronder dus ook een paar mannen toegevoegd, allemaal in Amsterdam woonden. En ik heb de appgroep Team Femke genoemd. En ik had een soort, hoe noem je dat, een tekstje waarin staat wat dan de appgroep is. De appgroep zit daar trouwens, dus zwaai allemaal even naar de appgroep. even kijken. Het is niet nieuw dat een nieuwe burgemeester in de stad een hoop shit te verduren krijgt. Maar in het geval van Femke Halsema lijkt het veel erger te zijn. En bespeur ik iets dat verdomd veel lijkt op vrouwenhaat. En eigenlijk vind ik dat wij onze burgemeester daarom extra moeten steunen. Not sure who. En of dat publiek of achter de schermen moet. Maar een barricade vormen tegen alle negativiteit en een frame dat voortkomt uit seksisme is iets wat belangrijk / nodig lijkt. Please share your thoughts. Ik had echt ook geen idee wat we nu moesten doen en of we überhaupt iets moesten doen. Het aardige hiervan was dat omdat het een appgroep was, ging iedereen artikelen delen en linkjes en tweets en weet ik veel. En dan als je het hebt over seksisme, en dat start bij Femke Halsema, maar dan wordt het al snel veel breder. Dus dan wordt het een veel breder onderwerp. Ik geloof niet dat we nog echt over Femke hebben gesproken, to be honest. Maar ik heb een paar stukjes die werden gedeeld in de appgroep even uitgepunt. Dus ik ga een paar dingen soort van random voorlezen. In de verhalen uit het katshuis die maandag loskwamen is alvast één veldje afgerekend. Fleur Agema. Dankzij anonieme fluisteraars van VVD en CDA-huizen gaan zij de analen in als hysterica en voetveeg van Wilders. Vrouw zwetst, kan niet rekenen en als ze haar zin niet krijgt gaat ze blaren. Het stond niet alleen in de Volkskrant, maar ook in de Telegraaf. Zie ik maar van dat beeld af te komen. Ik ga dus even opsommen willekeurige random stukjes door elkaar. Mijn oma was een irrationele vrouw. Vrouwen brengen een zekere irrationaliteit met zich mee. Moet ik stoppen? Is er iets? Oh, je weet het nog. Ja, je zat toen nog wel. Ja, Stella is op een gegeven moment uit de appgroep gegaan. Ze vond het te erg. Ja, ik weet ook niet wat ze hier vandaag doet. Vrouwen brengen een zekere irrationaliteit met zich mee. Die iemand zoals ik, die erg in zijn hoofd zit, goed doet. Historische woorden van minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok in een interview met de Volkskrant in 2017. Historisch, omdat ze in een lange traditie staan van wat je in het allerhande Nederlands zou kunnen noemen seksistisch geraaskal, waar je billen van samenknijpen. Een ikje uit NRC. Samen met 17 jongens en 1 meisje studeerde mijn zoon af als ingenieur. Alle werden door hun begeleiders vriendelijk toegesproken met 3 steekwoorden. Zoals doorzetter, inventief, onverstoorbaar, goede rekenaar, etc. De vrouwelijke ingenieur kreeg van de enige docenten de woorden onzeker, dankbaar, sociaal mee. Mijn zoon, je houdt je mond, mam. Dit stukje ga ik, een stukje. Bijna 1 op de 10 Nederlandse meisjes heeft last van menstruatiearmoede. 9% van de Nederlandse meisjes tussen de 12 en 25 jaar oud heeft soms te weinig geld om tampons of maandverband te kunnen kopen. Ik zei dat het random was.
Kan een moeder wel premier zijn? Wat in Nederland tot nu toe nog steeds niet is gelukt, kan nu in België wel. Sinds afgelopen weekend heeft het land namelijk voor het eerst een vrouwelijke minister-president. Sophie Wilmes, lid van de liberale MR, legde zondag de eed af aan koning Philip. Zij volgde haar partijgenoot Charles Michel op. Soyant detail, Wilmes is moeder van 4 kinderen. She just won Wimbledon, but this was the first question Sania Mirza was asked. Sania Mirza is a sportsperson and UN Women Goodwill Ambassador for South Asia. At the press conference after her Wimbledon 2015, she was asked about her plans for motherhood. Ik was een boek aan het lezen. Ik ga nu een hele pagina voorlezen. Ik hoop dat ik, want het is een slechte print. Het is een boek over propaganda. Goed boek. Ik ben even de titel kwijt. Een vrouwengezicht op een poster bekladden is nog altijd een aantrekkelijke vorm van vandalisme. En daar hebben niet alleen mannen uit voormalig Joegoslavië het patent op. Het is een vorm van vrouwenhaat. En vrouwenhaat is niet... Ik kan het niet lezen. Maar ook niet marginaal verbonden. Het is geen regionale Indische ziekte. Er bestaan diverse, soms symbolische, soms fysieke vormen van vrouwvijandigheid, vandalisme. Voor zover ze intussen niet door de wet als misdrijf worden aangemerkt. Het gezicht van een ongelovige vrouw verminken, bijvoorbeeld met zoutzuur, zondaressen tot aan hun hals ingraven, wat in India lijkt te gebeuren. Oude vrouwen en weduwen slaan, verbranden en uithongeren, wat ze in India, Pakistan, Afghanistan en nog een paar landen doen, omdat ze geen economische bijdrage meer aan de familie kunnen leveren. Alright. Wat kwam verder voorbij? Pro-life protesten van mensen die het recht op abortus willen afschaffen? Of aanrandingen op publieke televisie en een dader die daarover verklaarde dat hij gewoon ontzettend geil was op een niet slechte manier? En de FIFA. Kunnen jullie misschien allemaal lezen, maar op de kop staat hier... Feminisme is hip en happening, met daaronder... Maar slaan we niet een beetje door? En dit stuk is geschreven, oh, dat heb ik hier opgeschreven. Het is een artikel van, ik geloof, 5 of 6 pagina's. Nou, het is ongeveer zoals de kop. En dan 5 of 6 pagina's dit. Is geschreven door een journaliste, Kimberly van Heiningen. En... nu vind ik het niet zo leuk om nu een vrouw zeg maar, hier te kleineren om een artikel wat ze heeft geschreven. Maar ze is begonnen als redactiestagiaire Playboy in 2013. Toen naar de Telegraaf, RTL Boulevard en nu freelancer voor onder andere FIFA. En ik kon haar leeftijd niet vinden. Ik schat dat ze ongeveer 28 is. En nogmaals, ik hou er niet van om andere mensen te bashen. Zeker niet om vrouwen te bashen. Maar het deed me eigenlijk een beetje aan mezelf denken. Dus daarom zeg ik erbij, ze is 28 en nou, dit is haar geschiedenis ongeveer. Ik was namelijk even terug in de tijd aan het gaan zo rond de campagne van Obama. En dat hebben we volgens mij over 12 jaar geleden ongeveer, zoiets, denk ik. En ik herinner me dat ik toen tegen mensen heb gezegd dat ik het ook echt een heel slecht idee zou vinden. Dat ging ook over Hillary Clinton. Als we eventueel een vrouwelijke president zouden krijgen. Want vrouwen zouden toch niet serieus genomen kunnen worden als president. En ik dacht dat toen zo. En ik vond dat toen zo. En ik heb daar ook ruzie over gemaakt met mensen. Nu, zeg maar, reflecterend... denk ik dat dat er een paar oorzaken waren, of redenen, of hoe noem je dat. En het eerste is dat we zijn natuurlijk gewend naar mannelijke leiders te kijken. Dus als iets dan ineens anders is, dan voelt dat gek. Dus dat was denk ik het eerste, wat een soort onderbuikgevoel. En dat is dan cultuur, opvoeding en gewoon de wereld. Het tweede, en die twee zullen elkaar versterkt hebben, is dat ik natuurlijk... ik ontkende ook heel erg dat er zoiets bestond als seksisme. En ik geloofde absoluut niet dat ik daar last van had of iets. Dus ik las wel eens artikelen daarover of ik hoorde wel, maar ik geloofde dat niet. En dat is volgens mij vooral omdat ik heel erg bezig om zelf carrière te maken. En op het moment dat je dan erkent dat er zoiets bestaat als seksisme en dat je daar zelf last van zou hebben, dan maak je een slachtoffer van jezelf, terwijl je juist je wilt bewijzen en zelf carrière wil maken. En het laatste, ik durf ene Eva daar misschien een klein beetje van te verdenken, is dat wat natuurlijk wel lekker is, is op het moment dat je tegen het idee van seksisme ingaat en je daar tegen uitspreekt, als je als vrouw zegt dat bestaat niet, ik heb daar geen last van, dan krijg je heel veel applaus van heel veel mannen. En mannen hebben de macht. Ik denk dat allemaal meespeelde. Maar helaas ben ik ook ouder geworden. Thank God, een beetje wijder. Wat?
Niet, ja, thank you. Ik heb toch wel een paar dingen meegemaakt, zeg maar, ook in mijn eigen carrière. En ik denk dat het een beetje na mijn 30ste dat ik dingen echt ben gaan merken. Dat er gewoon mannelijke kunstenaars waren. Stella moet de aandacht weer. dat er mannelijke kunstenaars waren die... hoe zeg ik dat nou zonder heel onaardig zijn? Niet. Die gewoon kutwerk maakten. Lees ik even geen namen, want ik ging niemand... ik ga misschien nog straks iemand persen. Maar wel hetzelfde soort van thema's. Hè? Dus sociaal, maatschappelijk, geëngageerd, politiek. En die voor allerlei dingen werden gevraagd waarvoor ik niet werd gevraagd. Die geld kregen voor dingen waar ik geen geld voor kreeg. Die op een of andere manier daar stonden met kutwerk. En ik hier. En ik... Nou ja, dan ga je al voelen dat er iets scheef is. Maar het is moeilijk om je vinger erop te leggen. Maar het is wel aan de hand. En als zeg maar de jaren vorderen, ga je dat gewoon steeds verder voelen. Zonder dat je precies kunt zeggen waar het nu misgaat. Dus het is heel ingewikkeld om er iets van te zeggen. En nogmaals, je wil niet zelf slachtoffer zijn. Want dan ondermijn je je eigen positie. Dus dat kan niet. Ik ga één voorbeeld noemen nu van iets wat nog niet zo lang geleden is gebeurd. En daar heb ik best wel lang over getwijfeld, want het is een ingewikkeld voorbeeld. Maar ik ga het toch doen omdat het niet stopt. En omdat ik het heel erg vind. En dat is namelijk het volgende. Vorig jaar hebben jullie vast de hele toestand rondom Lillian Hawick, die twee kinderen die uitgezet zouden worden, gevolgd die uiteindelijk na een campagne mochten blijven. Heel Nederland maakt zich daar druk over. En daarna is natuurlijk het kinderpardon heel veel in het nieuws geweest. Het heeft een klein half jaar geduurd. En uiteindelijk is dat er doorheen gekomen. En in zeg maar die hele tijdsperiode, die van vorig jaar augustus tot afgelopen februari duurde ongeveer, zijn er een aantal mensen voor zijn in beeld gekomen, op televisie gekomen. Nu is er één iemand die in beeld is gekomen en die krijgt van mij heel veel kennis. Dat is Tim Hofman. Tim Hofman is de... een van de weinige fantastische mannen in dit verhaal. Dus Tim Hofman blijft hier even niet gebashed. Maar er zijn ook een aantal mannen die erg naar voren zijn gekropen, gesprongen, opgesprongen en erg op de borst hebben geklopt zonder dat dat heel terecht was. Twee ga ik nu even niet noemen. Eén ga ik niet bij naam noemen. Althans, ik ga hem gewoon een soort naampje geven. Een soort van algemeeniseernaam. En dat laten we Flip zeggen. En die was misschien wel de advocaat van Lillian Hawick. En had misschien die zaak wel verloren. dus best kut. ja. Misschien is dit wel de persoon die overal komt vertellen hoe hij het kinderpardon voor elkaar heeft gekregen met iets wat hij gedaan heeft. De waarheid is, zonder heel erg in details te treden... is dat er drie mensen aan de kar hebben getrokken voor het hele kinderpardon en Lillian Hawick. En dat waren drie vrouwen. En dat waren drie vrouwen die niet zo heel veel in beeld waren. Eentje een beetje, omdat zij die kinderen begeleiden. En dat was Esther van Dijk. En Esther van Dijk mag wat mij betreft vandaag gekroond worden tot koningin. Esther van Dijk is in persona de persoon die ongeveer alle kinderen die het moeilijk hebben in Nederland en geen status hebben, nou, persoonlijk begeleid en red in veel gevallen. Ik weet niet hoeveel kinderen zij al in Nederland heeft gehouden, maar ik ben de tel al heel lang kwijt. Dat is Esther. En dan is er nummer twee. En nummer twee zit hier in de zaal en ze heet Meerte Hilkens. En ik zou graag willen dat jullie gaan staan en applaudisseren, want Meerke is ook een held. En nummer drie staat hier. Het ding is dat Meert en ik hebben een soort van, een soort strategie gevoerd op de achtergrond. En met nadruk op de achtergrond. Want op het moment dat je een strategie voert in iets, is het niet zo handig om de voorgrond te treden. Want dan weten mensen dat er strategen zijn. En je wil dat alles toevallig lijkt. En het tweede was, en dat heeft denk ik voor een deel wel met een soort man-vrouw ding te maken ook. Omdat als wij mannen waren geweest, hadden we dat misschien net iets anders aangepakt. Wij dachten toen ook, als wij bijvoorbeeld gaan mee protesteren in Den Haag, heel erg in beeld, dan richt de aandacht zich op ons. Want dan is Meerte Hilkens daar en is Tinkerbell daar. En dan is er minder aandacht voor die kinderen. Dus dat gaan we niet doen. Dus we blijven thuis en wij houden ons mond. Maar de drie mannen, die ik dus nu bij naam noem, die stonden daar wel. Dat tot zover. Ik afsluitend.
Nasty Women. Erko vertelde het net al even. Wij raakten aan de praat. En de appgroep, de Nasty Women Team Femke appgroep. Daar is Erko bij betrokken. En Erko heeft deze fantastische tentoonstelling georganiseerd. En jullie moeten echt gaan kijken. En het is, je wordt heel hebberig van een soort snoepwinkel. Alleen dan is het dus wel goed voor jou en voor de wereld. Dus dat is een hele fijne snoepwinkel. Maar de tentoonstelling en ook deze avond is op een gegeven moment aangekondigd op Twitter door Joeri Albers en door de Bali. En dat heb ik toen geretweet. En als je dan retweet, dan zie je wat de reacties zijn. En ik ga daar een paar van voorlezen. Alright. De eerste reactie, dat was echt de allereerste reactie, was van Ricardo @DutchFan33. Nasty Women, dit is Nederland. Waarom Engelse termen? En waarom zie ik daar alleen maar het uitschot van de internationale politiek staan? Ik zie alleen maar een stelletje politieke losers. Vrouwen die een hoop schreeuwen, maar niets bereikt hebben. Oké. Okay. En dan is er Margarie 5792-7712. Ze zijn wel nasty, ja. Smerig vies. Dan heb ik hier @VivaEsp7323-2493. Daar staat een hoop ellende bij elkaar. Deze mensen maken Nederland stukje bij beetje kapot. En dan heb ik hier @Tormentor2DE. Gezien de foto is het een heel gemalleerd aantal GLBHTI'ers die een syndroom aanhangen. Schijnbaar vinden ze juist het seksistisch bejegend te worden juist plezant. Want het zijn me toch een stel lekker mokkels, nat. Alright. Dan heb ik hier @Jos1963. Geen wonder dat zoveel linksdenkende mannen gay worden. Ze hebben zich overgegeven. Yes. @PatrickBakkers. Dit is het klagende percentage van vrouwen in topfuncties. Dit zijn dan ook meestal de dames die zo'n functie eigenlijk niet aankunnen, maar het hebben gekregen omdat, tussen haakjes, ik mag niet discrimineren. Ik heb hier Paul S. Veld met DT. Zou toch een eind op. Trieste jankbedoeling. @Johannon_. Vrouwen zijn gewoon veel te snel op hun klit getrapt. Zo erg zelfs dat ik denk dat een boel van hen gewoon op zoek zijn naar een excuus om te falen. Ja, het is de schuld van die stomme mannen met hun opmerkingen dat ik gewoon maar weer veel huisvrouw ben geworden. @PapaAlbertios. De geprivileerden hebben weer wat te zeuren. Ik ben bijna klaar. Ik heb een selectie gemaakt. @Roonbot2. De meesten zijn geflopt of onderweg weg naar een geestelijke crisis. Waar was die fundraising precies voor? Iets met cupcakes? En dan heb ik hier @GSpeklab. Kan me niet voorstellen dat Halsema met seksisme te maken heeft. Ja, wacht, ik moet het spellen. QUELOYANRALAL. Ugh, who gives a fuck? Kunnen die gleuven niet gewoon gaan koken of zo? Alright. Volgens mij is dit gewoon bewijs dat seksisme wel degelijk aan de orde van de dag is. En dan heb ik dat hierbij geleverd. En laten we dit fixen. Want het is bijna 2020. Dankjewel. Mag ik Els van der Plas, Myrthe Hilkens en Stella Bergsma vragen om naar voren te komen? Ja, Els van der Plas, algemeen directeur van de Nationale Opera en Ballet. Stella Bergsma, zangeres, schrijfster. En Myrthe Hilkens, journalist werk je, maar ook als programmamaker. Activist ook, hoorden we net. Actievoerder, kan ik toch ook wel zeggen. En oud-Kamerlid. Ja, ook dat. Als waarom ik, is jullie nu glaasje water? Ah, oké. Hoe luisterden jullie net naar het verhaal van Tinkerbell? Is het herkenbaar? Ja, er schoot zoveel door me heen dat ik niet eens weet waar ik moet beginnen, zeg maar. Maar ik vond het een heel goed verhaal. En ik herkende heel veel. Het eerste wat me nu te binnen schiet is
haar ding van dat ze in jongere tijden ook een vrouwenhater was, zeg maar, op een bepaalde manier. Dat herken ik ook. Want het scoort namelijk heel erg goed om vrouwen te haten. En het scoort nog altijd goed. Dus ik had ook zoiets van, ik ga lekker juist daar tegenin en juist op Twitter. Ik merkte ook gewoon, als je mannenhaatgrapjes maakt of vrouwenhaatgrapjes, want ik maak vaak grapjes op Twitter, dan die vrouwenhaatgrapjes, die krijg gewoon meer likes. Dus het was gewoon een verdienmodel. Misogynie als verdienmodel. Ja, dat was wel iets wat ik echt deed ook. En dat idee dat je geen slachtoffer wil zijn. En je wil profileren als zijnde degene die geen slachtoffer is. Zit er iets tussenin dan? Tuurlijk zit er. Ja, dat maar. Ja. Oh, sorry. We gaan zo. Is ruimte ook voor vragen aan het einde? Ja, nee, heel kort. Zit er niks tussenin? Je snapt het niet van mij. Ja, het was zo. Ik deed dat. Ik heb me daarna. Het is nu door voortschrijdend inzicht doe ik dat niet meer. Zit er niks tussenin? Nou, op Twitter weinig, moet ik zeggen. En wat is de eerste reactie? Toen ik hiervoor gevraagd werd, toen dacht ik, waarom word ik hiervoor gevraagd? Maar omdat ik dacht van, seksisme is er altijd. Eigenlijk valt het op als het er niet is. Dus je kan hele mooie verhalen overhouden, maar het is er altijd. Dus ik, ja, dat is eigenlijk, en daarom het verhaal van Tinkerbell. Het is een van de vele verhalen. Mag ik je vragen, heb je een voorbeeld van wanneer het er is, wanneer jij het meemaakt? Ja, nou ja, dat is eigenlijk wat ik zeg. Het valt op als het er niet is. Hè? Dus maar als ik denk aan mezelf, ook als het, nou ja, Tinkerbell, en jij had het net over van, hè, als je jong bent, hoe sta je daar dan in? Ik denk dat je nu, als je jong bent nu, dat je er anders in staat. Omdat de geluiden ook anders zijn om je heen. Tenminste hier in Nederland. Want als je naar India gaat of nou, noem maar op. Dan Arabische wereld, dan is het heel anders vrouw zijn. Maar laten we het over Nederland hebben. Maar, dus ik denk, dat vind ik wel heel positief. Mm-hmm. Behalve want, dat jonge mensen dan ook, dat er nu een hele stroming is van ook weer vrouwen die zich daar weer tegen zetten. Wat ook wel weer interessant is. Dat nee, tuurlijk. Maar het is in ieder geval heel bespreekbaar. Ik weet wel dat toen ik studeerde, gingen wij ook de straat op voor abortus. En dus toen ik, het was zeg maar, begin jaren 80, waren we ook heel uitgesproken. Maar dat is soort weer weggezakt of zo. En nu komt dat weer op. En het niet alleen maar het vrouw zijn, maar ook het zwart zijn, of het anders zijn, of het genderneutraal zijn. Dus er kan in ieder geval het gesprek over anders zijn. En vrouw zijn is trouwens niet anders zijn. Maar is wel veel meer op de voorgrond. En als ik kijk naar dat kwotum, denk ik, 30%, hoezo 30%, 50% toch? Ja. Dus dat vind ik al, denk ik, dat is jammer. Dankjewel. Meertje? Wat ik van eerste reactie? Ja? Herken je dingen? Wat triggerde jou? Ja, kijk, ik ben nu bijna 41 en toen ik 28 of zo was, denk ik, schreef ik een boek waarin ik, zeg maar, kritisch op pornografie reflecteerde. En ik had geen idee waar ik aan begonnen was. Mm-hmm. En dan, zeg maar, een stuk of, nou ja, ik denk dat ik niet overdrijf 1500 verkrachtingswensen of zo in de privémail, sociale media die toen opkwamen. Zeg maar, we waren nog niet zo gewend als we vandaag misschien zijn te dealen met de hardheid van toen zeker een medium als Geen Stijl. Dus daar was ik zeer regelmatig aan de beurt. Toen ging ik de Tweede Kamer in, werd ik woordvoerder op prostitutie en mensenhandel en besloot ik voornamelijk het perspectief van slachtoffers mensenhandel in mijn zoektocht naar beleid centraal te stellen, wat weer op radio, ik geloof dat het, weet ik veel, gewoon nationale radio, als ik me nog op de wallen zou vertonen, dan zouden ze alle botten in dat lijf van me breken en een volle studio die alleen maar lachte. Dus ik ben er eigenlijk ben ik inmiddels heel tevreden, mm-hmm. omdat ik al het gezeik niet meer heb. Snap je, ik ben bij een aantal onderwerpen zichtbaar weg. En dat scheelt me werkelijk 80% aan verbale agressie. En ik heb heel veel ervan geleerd. Dus ik was hem geen dankbaar voor iets waarvan ik achteraf dacht, misschien was dat toch niet de goede emotie. Mm-hmm. Toen moest ik op een congres spreken met allemaal mensen die bezig waren met het zedendelict. Dus vanuit de, of je nou politieagent was of rechter. En dan, ik hield daar een praatje en dan ging hem neerstaan en die zei,
in een volle zaal van, ik raak zo van je in de war. Want als ik je zie, wil ik eigenlijk seks met jou hebben. En dan denk ik dat jij het ook leuk vindt. En dan doe je je mond open en dan ben je heel kritisch. En dat verwarmt mijn wereldbeeld. Wat ja, maar het was ook, als ik dan bij de Wereldwijd Door... Weet ik van waar ik ooit zat, was ik ook kritisch over iets. En dan was het commentaar weer, gaat ze daar kritisch zitten zijn op porno? Terwijl ze zelf, had ik van die laarzen aan het spitsen punten. Ja. En dat was dan blijkbaar ook pornografisch. Weet ik veel, dan was blijkbaar de associatie van... ja, je wil geneukt worden, maar je zeikt. Weet ik veel. Ze maakte daar iets heel bijzonders van. En dat is gewoon 50% afgenomen. En dat nee, veel meer nog. Dus dat heeft me echt zielerust gebracht. Maar je was daar klaar mee. Maar ik vind het wel erg, als ik even mag interrumperen... Dat je eigenlijk zegt, en dat hoor ik heel veel vrouwen zeggen... dat ze rust vinden als ze zich weer terugtrekken uit de openbaarheid. Of uit de hoge bomen vangen veel windfuncties, uit de topfuncties. En dat is dus eigenlijk precies waarvan ik denk dat het de functie is. Het is de functie om mensen weer terug in hun hokje te krijgen. In hun hoekje te krijgen. In hun schulp te krijgen. En dat vind ik... Ik denk dat ik dat zo zou voelen. Hè? Ja. Want ik heb inderdaad die keus gemaakt. Ik heb me tegen... Ik zat een poos veel bij talkshows. En dat doe ik eigenlijk niet meer. Ik verwijder je niet, hoor. Nee, maar het heeft er wel ook mee te maken dat ik me begon af te vragen van... Oké, dit is wat er gebeurt als je daar zit op een moeilijk dossier. Want dat is niet wat altijd gebeurt, hè. Dus het dossier waarover je praat correleert wel met de mate van agressie die je opwekt. Ja. Dus niet alleen dat je dat je borsten hebt is onvoldoende. Je moet dan ook nog iets over vluchtelingen zeggen of over dan ben je echt het bokje. Of heel veel succes hebben. Ja, dat of kan Of zwart ook. Zijn. Ja, precies. Of iets over feminisme zeggen. Ja, zijn feminisme is ook niet goed. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen was dat voor mij hangt wel de vraag, wat is succes? Is zichtbaar zijn succes hebben? Mm-hmm. Voor mij is succes, jij noemt me activist, vind ik eigenlijk ook al moeilijk. Want denk, nu ben ik feminist en activist, fuck my life. Want als het in de beeldvorming samenvalt, heb ik dan twee keer een probleem. Ik zei activist, maar dat meer omdat ik weet maar dat eigenlijk ik ben ik gewoon strateeg. En ik heb mijn eigen campagnebureau inmiddels. En ik heb scherp op ouderenzorg. Ik heb met Hugo Borst en Karin Gamers 2 miljard structureel voor de ouderenzorg. Ja. En ik was achter de schermen degene die... En toen dacht ik, maar hier ben ik ontzettend goed in. Mm-hmm. Hè, want ik, toen dat er allemaal zo goed afliep, dacht ik... En hier geniet ik van. Ik hoef niet spreekbuis voor iets te zijn. Ik zit gewoon als een soort Jack de Vries... die ze nooit activist zouden noemen. Want hij wordt €400 per uur of zo betaald voor dat werk. Mm-hmm. Snap je? En ik deed het bij Scherp op Ouderenzorg en het Kinderpardon... omdat ik het gewoon belangrijk vind, punt... Maar ik ben geen activist. Ik vind iets belangrijk en ik snap hoe invloed werkt. En dat is wat ik kan en dat is wat ik doe. Dus dat is gewoon mijn werk inmiddels. Dat ik gewoon strategisch slim genoeg ben. En daar heb ik een talkshow veroorzaakt gedoe. Hebben we weer 3 dagen hashtag ophef. Maar er verandert niets door. Nee, een echte verandering, dat is macht. Nee, maar daar zit ik wil even tussendoor. Ja, ik zei activist ook omdat je alles zeg maar wel inzet voor een maatschappelijk doel. En dat, dat heeft wel mijn voorkeur. Hoeft me niet te bellen. Nee, precies. Nee, nou, ja. Nee, dat klopt. Dus dat maar is toch bedoel, wat ik ermee wil zeggen is dit. Dit typeert de tijdsgeest. En daarom vind ik het best een moeilijk gesprek. Omdat vind ik best een gelaagd probleem is. Ja. De talkshow, weet je. Er verandert zelden iets door alleen iets wat aan de tafel van een talkshow is gezegd. Dus je zit eigenlijk mee te doen in een heel uitgekiend formatje. Jij bent voor, ik ben tegen. 1, 2, 3. Ruzie, go. Leuk, ophef. Mm-hmm. Achter de schermen kijken van... En dat zijn allemaal vaak mannetjes. Hè, wanneer moet die onder zijn ballen gekieteld worden? Waar moet ik je juist heel pissig maken? Wanneer is het tijd om de massageolie warm te maken? Ja. Via welke route kan ik je nog meer pakken? Dat gaat voor mij over invloed. Mm-hmm. En als dat lukt, over macht. En daar word ik heel gelukkig van. Ja. En tegelijkertijd heb je die korte reactie. Korte reactie. Dat ben ik eigenlijk helemaal met je eens. Maar wat de functie is van de talkshow is niet de inhoud, maar de representatie. Ja. En dat vind ik wel. En dat is wel invloed. En dat is wel macht. Dus dat je net zoveel vrouwen ziet met hun hasses op tv. Maakt geen hol uit wat ze zeggen eigenlijk. Als ze er maar zitten en, net zoveel recht hebben, net zoveel ruimte mogen innemen. En dat mogen ze niet. Nog altijd niet. En ik vind het prima als... Dat moet je gewoon zelf weten als je denkt van ik ga minder ruimte innemen. Maar ik persoonlijk vind het jammer dat dat altijd gebeurt. Want ik zou willen dat die ruimte door iedereen, alle diversiteiten evenveel wordt ingenomen. Els, wil jij daarop reageren? Nou, ik snap jou helemaal. Want ik denk... maar ik denk ook mensen zijn... De een is heel goed in de strategische kant. Ja. En de ander is heel goed in de talkshow.
En ik denk ook, je moet mij ook niet in een talkshow zetten. Ik ben juist goed in op een gegeven moment nadenken over waar wil ik komen en hoe kom ik daar. En daar kan je gewoon een weg voor uitstippelen. En dan kan ik ook nog gebruik van iemand maken die heel graag in een talkshow precies, zit. Ja. Dus zo dat, moet je het eigenlijk dus dat denk ik, dat is één. En tweede is, dat ben ik wel helemaal met jou eens. Ja, de representatie van onze samenleving wil je ook op televisie zien. Dus, of in de radio of in de krant. Dus, en het is waar, nou ja, je ziet, de NPO heeft 2 jaar geleden bedacht dat ze ook zwarte mensen aan tafel willen hebben of meer vrouwen. Dus dan, je zag opeens, dacht je, hey, iemand heeft een beleidsstuk geschreven. Hè? Want dan zie je opeens dat er wat gebeurt. Ja. Maar ja, daar is dus wel een beleidsstuk door iemand geschreven. En het is dus ook ingezet en het verandert dus gelukkig. Maar ik denk als publieke instelling, en ik leid nu ook een publieke instelling, wordt gewoon betaald door belastinggeld, vind ik dat je moet voldoen aan de representatie van de samenleving. Daar voldoen wij ook nog helemaal niet aan. Hè? Even voor de goede orde. Nationale Opera en Ballet. Dus, en dat wil je wel voor elkaar krijgen. Zowel op het podium als in huis als in het publiek. Dus daar moet je echt aan werken. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja, ik denk misschien dat wat ik bedoel te zeggen. En dat is, ik heb natuurlijk in aanloop naar deze avond er best wel wat avonden met een glas wijn over zitten piekeren. Van hoe, in het vorige gesprek ging het ook over Kamerlid zijn als vrouw. Toen dacht ik van, ik denk dat de moeilijkheid dit is. Dat als je karakterologisch, zeg maar, niet altijd systemisch opereert. Hè, of dat je ter discussie stelt hoe het nou eenmaal werkt. Dat is echt een Haagse natuurwet van zowel bijvoorbeeld politiek, maar ook sommige journalisten die er verslag van doen. Zo werkt het nu eenmaal. Mm-hmm. En zodra je dat eenmaal niet verstaat en denkt, maar volgens mij zou het anders beter zijn, of moeten we het op zijn minst eens proberen, ja, dan ben je eigenlijk meteen 1,60 meter vrouwen blond. Hè? Dus ja, dan is naïviteit, die begrijpt niet waar ze aan begonnen is, dat is de eerste reflex. Terwijl ik denk dat als 3 heren in het pak met een stropdas dat zouden zeggen en een tikje anciëniteit, ik denk dat grijs haar voor een man bijvoorbeeld ook helpt, dan zouden ze denken, nou, het is wel bold, visionair. Moeten we eens proberen, zullen we eens over doorpraten. Mooi nieuw idee. Als je kijkt van denktank kunnen. Zeg je het als, vanuit mijn positie, dan is het, ja, kind, wat dacht je dan dat je hier kwam halen? Ideeën, bevlogenheid, betrokkenheid. Hoe, pas op, want je moet niet te betrokken zijn, en zeker niet als vrouw. Want dan ben je hysterisch, dan snap je niet dat politiek een vak is, een baan. En ik me altijd denken, maar het feit dat ik hier zit is toch omdat ik op weg daarnaartoe bovengemiddeld in oplossingen denk. En denk, dit gaat niet goed, hoe gaan we het anders doen? Dat is waarom ik daar zit. Dat is toch engagement. Hoezo is het schadelijk daar te veel van mee te nemen? Kijk, toen ik vertrok was naïviteit het verwijt, onder andere van Plasterk. En ik weet nog toen de PvdA 29 zetels in 1 stembusgang verloor. Want dat was de coalitie waar ik uit was opgestapt. Dat vond ik wrang of zo. Dat ik dacht, oh wacht, die mannen die dat al pimpampettend onder leiding van Wouter Bos hun grote voorbeeld had op Kokstoof. Dat heet dan leiderschap tonen in moeilijke tijden. Terwijl de hele publieke sector naar de tering is bezuinigd. En opstappen en zeggen tot hier en niet verder, want ik snap het compromis, maar ik ben niet van de uitverkoop. Dat is zwak. Dat is zwak, ja. Naïef, en dan begrijp je niet hoe het hier werkt. En toen Plasterk dat zei, hè? Dacht je toen dat seksistisch? Ja. Ja, meteen. Nee, ik dacht toen wat geniepig, want hij zei, het was namelijk hier ook. Hij zei, ja, je moet natuurlijk niet naïef de politiek inkomen, waarmee ik niet zeg dat Meerte Hilkens naïef is. Maar ik kijk even naar Sharon, zeg maar iets in een ontkenning formuleren, het negatieve beklijft. Dus dan weet je, oh, dat heb je eigenlijk net wel gezegd. En dat frustreerde mij, omdat ik dacht, waarom eigenlijk? Ja. Wat ik interessant vind aan je verhaal, en dan kom ik ook bij jullie weer, is dat je toch op een bepaalde manier in bepaalde functies wordt het van je gevraagd, eigenlijk dat je je aanpast aan een soort van mannelijke norm. Maar het is niet alleen een norm, het is ook, en daarom hamer ik zo op die ruimte, het is ook de hoeveelheid. Mm-hmm. Want ik zit nu bij een talkshow, Ladies Night, en daar werken alleen maar vrouwen. En Raoul Heertje was een komiek die daar, zeg maar, de eerste paar afleveringen aan het einde een dingetje deed. En die zei, nou, de eerste keer dat ik daar al was, zei hij van, nou, ik voel me toch een beetje geïntimideerd hier. Toen dacht ik, hé, maar gast, zo voelen wij ons dus altijd, snap je? Dus de hoeveelheid. Als de politiek alleen maar vrouwen zouden zijn, zou Pechtold het probleem hebben. Dus het is niet alleen die mannelijke norm. Het is ook gewoon dat het de ander is. En dat er dan heel veel van die ander is.
Dus dat vond ik een interessant inzicht. Omdat ik denk van... Hij voelde zich daadwerkelijk geïntimideerd, terwijl niemand hem kwaad deed. Maar het waren gewoon alleen maar vrouwen. Ja. Els, herken jij dat? Dat? Dus dat het op het moment dat je ergens de enige bent... Ik kan me voorstellen dat jij ook wel op momenten de enige vrouw bent geweest. Nou, in de kunst en cultuur heb je heel veel vrouwen die er werken. Alleen ze zitten niet aan de top. Nee, hè? Dus dat gaat nu wel redelijk veranderen. Maar dat was in ieder geval in mijn tijd was dat niet zo. Dus je hebt wel heel veel vrouwen om je heen, maar ze zijn nooit de baas. Dus, dus als ik de deur uit... Eerst, want ik heb mijn eigen organisatie opgezet en deed ik de deur open. En toen zeiden ze, ja... Dan behandelen ze me als de secretaresse, zeg maar. En dan vroegen ze van, mag ik je baas spreken of mag de directeur spreken? Nou, dus dat was heel normaal. Ik was in ieder geval jong. Ik had een eigen organisatie opgezet, dus ik was gewoon de baas. Dat kon niet anders. En dat herkenden ze gewoon niet. Dus het is ook een kwestie van herkenning, denk ik soms. Ja. Ze denken, nee. En daarvoor representatie. Ja, dus er zijn ook allemaal vooroordelen. Dus dat is één. Ik ben nu natuurlijk op een ergens beland waar in ieder geval mijn bazen zijn allemaal CEO's van allemaal grote organisaties. Maar ze moeten natuurlijk nu ook vrouwen in die raad van toezicht zetten. Dus het is gewoon 50-50. Dus daar zit ook wel een soort kritische massa. Ja. Dus dat is wel heel aangenaam. En ik was voorzitter van het bestuur, of ben nog steeds voorzitter van het bestuur van Nationale Opera en Ballet. En ik zat met Pierre Audi en Ted Brandsen, die waren de directeur van Opera en Ballet. Pierre is nu weg. Dus ik was als vrouw eigenlijk de baas, zeg maar. Het was wel een collegiaal bestuur, maar ik was wel voorzitter. Dus het was voor iedereen denk ik ook wel wennen. Dus, je zit ook wel... Ja, en het is opera, trouwens theater sowieso, is een heel hiërarchisch georganiseerde... structuur, omdat alles wat op het podium gebeurt ook heel hiërarchisch is. Dus je hebt of een choreograaf, of je hebt een dirigent, of je hebt een regisseur. Dat is allemaal van bovenaf. En die zeggen van, je gaat nu naar rechts en dan ga je echt niet naar links. Dus het is ook, mensen moesten ook heel erg wennen aan iemand die dus niet zei, je gaat nu naar rechts, maar zei, wat vind jij ervan? En van een andere dacht, ja, dus een andere leiderschap zijn. Dus dat herkenden ze ook niet. Dus er zit ook een er zit ook wel iets van herkenning in. En daarna erkenning natuurlijk. Want dan zeggen ze dus, je bent soft of je weet niet wat je wil. Maar het is een andere manier van leiding geven. Dus de organisatie waar ik nu leiding geef, die heel hiërarchisch en bijna dictatoriaal is ingericht, moet heel erg wennen aan een leiding die dus anders omgaat met mensen en met structuren en met afdelingen enzovoort. Dus dat is wel interessant. Ook voor mij natuurlijk. Maar ik denk dus wel dat eigenlijk het systeem wat jij omschrijft, hè, die hiërarchie zie je... Nou, ik wist dit trouwens niet over de opera- en theaterwereld, maar je theorie lijkt me heel plausibel. Bovendien ben je ervaringsdeskundig. Nou, politiek, denk ik, kunnen we ook wel. Fractie van een klassieke machtspartij is ook uiteindelijk hiërarchie aan de orde van de dag. Maar ik denk dus wel, want daar heb ik dus ook over nagedacht, dat als jij als jonge man binnenwandelt en je hebt een antisystemisch idee, hè, of natuur is nog niet helemaal van het driedelig met de stropdas, maar je bent nog wat onstuimiger, noem ik het maar. Ik denk dat je exact hetzelfde probleem zou krijgen als ik. Ja. Alleen dat de vorm waarin agressie zich manifesteert, hè, dus bij mij gaat het opeens bijvoorbeeld over pornolazen in de waarneming. Nou, ik denk dat een man daar minder snel een fysiek kenmerk van zichzelf zal terugzien in de agressie die hem ten deel valt. Maar ik denk wel dat hele, zeg maar, die hele hiërarchische systemen, die vaak langdurig gebouwd zijn door steeds dezelfde bijna archetype man. Want het gaat natuurlijk eigenlijk om een hele kleine categorie mannen. Het gros van de mannen heeft geen macht, voelt zich op geen enkele manier representant daarvan. Wordt daarom ook boos als wij dat niet nuanceren. Die denkt, ja, zit ik hier me totaal verloren te voelen, weet ik veel, als agent of onderwijzer. En niet van alle status waar ik word van. Ja, en dan zeg je maar dat ik de macht representeer. En ik snap dat als je dat theoretiseert, dat waar is. Maar ik denk dat dat niet zegt over hoe je het voelt als mens. En het enige wat ik hier wil zeggen... Zegt ook niks over dat mannen fysiek overwicht hebben bijvoorbeeld. In alle situaties bijna.
Dus dan kunnen ze wel... Je haalt er nu eigenlijk klassen bij. Zo van de gros van de man heeft geen macht. Denk ik, nee, maar in zijn huis kan hij wel... Als hij geen macht heeft, zijn vrouw slaan. Bijvoorbeeld als de voetbalwedstrijd... Ja. Niet, als zijn team niet gewonnen heeft. En dat doet hij ook vaak. En dat doet hij ook dat over de hele wereld, zeg dat maar. Dat aan de hand is duidelijk. Maar ik probeerde hier eigenlijk meer duidelijk te maken... dat het niet zo is dat als jij... als Jesse Klaver jong en ambitieus binnenwandelt... Iedereen kan zien dat hij in vrij korte tijd aan het transformeren is... in iemand die soms strategisch... of die zich anders verhoudt tot het publiek debat. Die een andere positie kiest als die aan het debatteren is. Want dat is wat het systeem je leert. Dit is wat je doet. Je moet je borst, alles wat ik zeg maar niet doen. Ik heb wel daarover nagedacht. Hè? Van, wil je je dingen eigen maken om de weerstand op voorhand voor te zijn? Mm-hmm. Of vertrouw je erop van als ik dingen op mijn manier doe... duurt misschien langer... Uiteindelijk lukt het dan misschien ook. Dat heb ik toen besloten. Achteraf weet ik niet of het wijs is. Maar ik denk dat Jesse Klaver daar niet minder last van heeft gehad... omdat hij een jonge man was. Met een eigenzinnige manier van politiek bedrijven. Maar dan heb je het gewoon over de politiek. Ja, ja. Ik had niet over huiselijk geweld. Nee. Ik heb meer over... Er zijn heel veel machtsbastions... Ja. waar ook een man die niet meteen in dat... Nee, dat snap ik. Ja. Ja, dus ik maar je kan... Kijk, ik heb ook als vrouw gebruik gemaakt... van het systeem waar we met z'n allen in zitten... Namelijk van mijn charme of van mijn... Hè? Of dat ik gewoon... Ik weet gewoon hoe die man... laat ik zo zeggen. Ik denk dat ik weet hoe die man denkt over mij. Hè? Als ik iets wil en voor elkaar wil krijgen. En daar... Dus op een gegeven moment... Je kan het hebben over seksisme. Maar je maakt soms er ook gebruik van. Want dan kan je ook iets bereiken. Want ik dacht dat, nou, ik wil daar komen. Hoe kan ik, niet dat ik met hem naar bed ga of zo. Maar ik bedoel, je kan wel gebruik maken van situaties. En daardoor ook gebruik maken van de status quo die er is. En dan zorgen dat je daar overheen gaat. Dus misschien een voorbeeld, want dat is misschien makkelijk. Dat is fijn, ja. Ja, toen ik net begon, ja, toen was ik jong, was ik... 28 heb ik een eigen organisatie opgezet voor niet-westerse hedendaagse kunst. Nou, het was toen tamelijk ongewoon. En toen was er een man, die kwam ik tegen ergens bij vrienden... en die was zeer geïntrigeerd door mij, door mijn organisatie of door mij. Dat maakt even niet uit. Maar die zei, ik wil je helpen. Ik zei, nou, dat is goed, je mag me helpen. Ik zei, maar ik heb gewoon geld nodig. Dus ja, dat is eigenlijk het enige waarmee je kan helpen. Toen zei hij, oké, ik ga je huur betalen voor je kantoor. Toen zei ik, dat is goed, dat is prima. Maar dan... En ik weet zeker dat hij deed, omdat hij mij leuk vond. Eigenlijk het onderwerp, nou ja, dat vond hij... begreep hij niet helemaal. Maar, maar hij heeft wel... Ja, hij heeft een anderhalf jaar voor mij die huur betaald. Ja. En... ja, en hij kwam op openingen en nou ja, hij was altijd aanwezig enzovoort. En ik heb daar gewoon gebruik van gemaakt. Of misbruik, zou je kunnen zeggen. En hij heeft dat natuurlijk ook toegelaten. Want hij zocht ook de aanwezigheid van mij of van mijn omgeving. Of van wat ik deed, vond hij leuk, whatever. Maar in ieder geval, ja, dus ik heb ook wel dingen gedaan waarvan ik denk... Ja, want toen ik begon erover na te denken, dacht ja... Je maakt als vrouw ook altijd wel weer gebruik van die situatie. Maar wat wil je daarmee zeggen? Nou, dat je dus... Nou, omdat jij net had over die systemen waar je in zit... Dat je soms het systeem probeert te veranderen... door het gebruik te maken van het systeem... Ja. voordat je het kan veranderen. Ja. Hè, dus je moet zo af en toe er doorheen. True. Hey, we hadden het net heel even... Daar wil ik toch nog iets over vragen. Ook over... Nou ja, jij kreeg ontelbare mails toen je op dat dossier zat. Op internet. Ik weet het. Je krijgt als je twittert behoorlijk wat... horen. Tinkerbell nas het net voor. Denken jullie dat dat is, vinden jullie dat dat is toegenomen? Wordt het erger? Ja. Ja? Ja. Het wordt wel minder belangrijk. Dus wat Meerte ook zei, van in de tijd dat zij dat deed, dat je misschien meer schrok. En Tinkerbell ook eigenlijk. Die heeft al zo lang, krijgt hij al haat en ellende, zeg maar. En dat was in de tijd dat je nog echt dacht van, wat? En nu denk je wel veel sneller van, oh ja, hij wil me dood of ik moet verkracht of zo. Dat wordt, je gaat eraan wennen. Ja, het is wel echt zo. Maar je gaat het ook zien als wat het is, namelijk een manier om te zorgen dat je je mond houdt. Want dat is wat het is. Mm-hmm. Maar het wordt wel steeds erger. Ja. Het wordt mensen nemen steeds minder een blad voor de mond en gaan, nou ja, zoals met dat Nasty Women. Het is niet meer één enkel commentaartje van een onbeschoft iemand. Het is gewoon, iedereen loopt gewoon totaal leeg om alles, zeg maar. Ja.
Dat is zo. Ja, en dat is niet alleen maar seksisme, dat is gewoon alles. Maar dat is veel dat is, seksisme en racisme. Het is veel schoppen naar beneden en weinig schoppen omhoog. Ja, ik vind dat heel zorgelijk. Ik twitter niet en ik kijk ook nooit op Twitter. Maar ik vind dat gewoon heel zorgelijk. En ik denk ook wel dat als ik kijk naar de voorbeelden in onze maatschappij, die daar eigenlijk ook iets van zouden moeten vinden, denk ik. De politiek bijvoorbeeld. Of er wordt heel weinig aan gedaan. Het is een soort alles mag. Alles mag je zeggen. Ik vind het heel chockerend. Ja, terwijl je wel ziet dat, jij noemt Tinkerbell, en zij heeft er een heel boek aan kunnen wijden aan het aantal bedreigingen dat ze ontving. Maar wat ik bijvoorbeeld wel zie is dat, ik denk 10 jaar geleden, als je met tweets in de hand had geprobeerd aangifte te doen, dat het OM, ik weet niet, volgens mij heb jij het ook geprobeerd, Tinkerbell. Nee, jij hebt nooit zeg maar je aangifte in een zaak kunnen omzetten. En daar zie je wel beweging, hè? Dus je hebt nou wel de eerste uitspraken ook al, maar je ziet het ook dat mensen het meer aan het doen zijn, van tot hier en niet verder, als je me echt tergt dan. En dat wordt nu voor het eerst wel gehoord. Dus je ziet wel daarin volgens mij dat we langzaam, wetgevers zijn vaak van gestolde realiteit, hè? Dus iets moet heel lang duren voordat er iets gebeurt. Die realiteit zich aan de tijd waar wij al heel lang in zitten aanpast, maar die beweging is volgens mij in gang gezet. Maar het heeft ook te maken met. Of dat consequenties in de praktijk heeft. In de zin van. Ja? Voor de pers heeft het wel. Het is net opgestart. Sorry, Lola, wil jij even lopen met de microfoon? Want er is de livestream. Dus anders hoort niemand u. Korte reactie. Ja, maar ik denk. Ik kan je goed verstaan. Absoluut, maar de mensen thuis die horen het alleen als het echt gezegd en opgenomen wordt. Ja, voor de pers geldt inmiddels dat er is bij het Openbaar Ministerie. Als zij aangifte doen, dan wordt er meteen op ingezet. Dus als je pers bent wel, en dat is nieuw, dat is ongeveer een maandje oud ongeveer. Dus daar is ook een website aan gewijd. Dus dan zou Tinkerbell nu zeg maar wel aangifte kunnen gaan doen. Maar dat is inderdaad heel recent. Dank voor deze toevoeging. Nou, dat is interessant wat jij zegt, hè? Nu die doodsbedreigingen ook. Dat ik zie het wel, maar ik denk. Wat ik me afvraag, word je langzaam als je veel seksisme meemaakt, of je ziet het dat je een beetje je schouders erover op gaat halen? Of doet het ik elke vind keer? Dat het ook wel een in zekere mate best wel sterk heeft gemaakt en heeft gemaakt wie ik nu ben. Dus ik, op een bepaalde manier kan ik wel zeggen, kan ik iedereen die me naar en onheus bejegend heeft, kan ik ook bedanken. Dat ik denk van ja, ik is serieus, ik heb scheid aan jullie nu. Mm-hmm. En ik ben hier nu en ik blijf hier. En deal er maar mee. En dat was in het begin niet zo. Dus ik ging zeg maar schoorvoetend het internet op. En nu heb ik zoiets van, hallo, I'm here. Dus ja, je kan zeggen dat het is misschien niet wenselijk of zo. Maar je kan zeggen dat het ook zijn voordelen heeft. Of in ieder geval, ik heb er mijn voordeel van gemaakt. Ja, ik denk dat ik de bedreiging in 140 takes of 180 inmiddels denk ik, ik lees de helft niet meer. Dus als ik allemaal mensen zie, dan whatever. Daar doe ik niet meer aan. Maar ik vind meer de confrontatie met de echte wereld eigenlijk, die vind ik echt schokkend. Omdat die doet me er dan herinneren van, oh, dat is niet een soort van, kijk, die virtuele realiteit, die is optima forma. Hè? Dus die vindt, dat is het ultieme gif in sommige gevallen. Maar dan ga je de echte wereld in. Ik had laatst een onderhandeling met 8 mannen. En toen kwam ik met mijn compagnon die vrouw eens binnen. En die zeiden, maar daar zijn de meisjes. Toen heb ik mijn haar eraf geknipt daarna. Hè. Toen zei ik ook tegen mijn compagnon, ik heb me heel leven lang gehouden. Maar ik ben het zo zat na 40 jaar. Naar de kapper gegaan, ook meteen de volgende dag. Dus ik snijd hem eraf. Ik ben er echt klaar mee. Ja, meisje, ik word 41. En wat zeg je dan? Nu hecht ik echt niet aan mijn haar. Dus ik lig daar geen nacht van wakker. Ik heb zoiets van, dat groeit wel weer aan. Maar ik dacht wel, nou ja, wat zeg je dan? Ik wilde dat die deal ging slagen. En dan kom je een beetje in eigenlijk wat El zegt. Dan moet je ook het systeem gaan bespelen. Want als ik dan alleen maar dit doe, dan lukt niks. Nee. Maar ik had, dat was heel grappig. We waren uitgenodigd bij een hele grote multinational. Dat overkomt me nooit, maar nu dus wel. Iets over diversiteit notabene. Dus wij moesten met z'n tweeën naar Duitsland, want daar stond het hoofdkantoor met 44.000 mensen. Kijk, en diversiteit begint ook bij non-hiërarchie. Jij noemde het al. Nou, Duitsland.
stond gewoon, ja. Dat is dat bedrijventerrein is groter dan Monaco. Hè. Moet je met de bus van A naar B. En er staat dan zo'n gebouw en dat is alleen maar boardroom. Dus daar zit niet... Het hoofdgebouw. Ja, daar zitten alleen maar de allerhoogst gezetenen, noem ik ze maar. En daar moesten wij zijn. Want wij hadden een afspraak met twee boardmembers. En ik had nog zo achter in de auto me liggen omkleden, omdat ik dacht... Nee, dit is toch niet conservatief genoeg met die Duitsers. Dus ik kwam een beetje zo bezweet bij die balie aan met mijn hakkerig Duits. Ja, guten Tag, ja, Stefan Meijer en her. En ik noemde die namen. En die meneer, oude man, die zei alleen maar zo... Wie biedt er? Ja. En mijn vriendin is Duits, mijn compagnon. En die zei, ja, en we hebben een afspraak met die. En die meneer, het zei die... Dat kan niet zijn. Oh, en ik zei, ik keek haar aan. Ik zei, dit begint echt heel gênant te worden. Hij gelooft niet dat wij een afspraak hebben. Hè? En toen ging hij dus bellen. Ja, ja. Want wij zeiden, ja, maar we komen uit Nederland. Ik heb 10 uur in de auto gezeten. Niet omdat ik geen afspraak heb, dude. Maar toen zei hij, ik ga even bellen. En toen ging hij dus iemand boven bellen. Ik denk, de enige andere vrouw in dat pand, de telefoniste. En toen zei hij, in het Duits, ik denk vertrouwend op dat wij daar gebrekkig in waren, maar mijn compagnon komt dus uit Bayern, uit Zuid, echt het zuiden. Dus die verstaat vloeiend. En die zat zo, oh, hij zegt nu tegen die vrouw, er zijn hier twee vrouwen, jong, die denken dat ze een afspraak hebben met... Ja, uiteindelijk kwamen natuurlijk die twee heren. En werden we met alle EGA's ontvangen. En die man zat echt... En toen zei ik ook tegen die heren van... Ik moest daar dus zijn voor iets over diversity. En zei ik maar... Ja, ik kan me heel duur hier gaan verkopen. Maar de analyse vrij helder en het probleem vrij diep. Ik kwam niet eens voorbij je balie. Ja. 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 Maar op die man zei... Ja, dat kan kloppen, want er komt hier letterlijk nooit een vrouw... Ja. Anders dan ondersteunend personeel van de boardroom. En toen dacht ik, ja, weet je, daar is Twitter niks bij. Nee, dit is gewoon levende realiteit. En dan hebben we het over een multinational met ambities. Die hebben een eigen diversity team. Ja. En dan is dit de balie. Ja, dat vind ik echt 1000 keer erger. Maar goed. Sorry. Oh. Lola, ik vind het wel goed, maar dan graag in de microfoon. Sorry, is voor de kijkers thuis. En ik was voor het eerst sinds best wel heel lang, want het is niet helemaal mijn genre, naar de opera vrijdag. Okay. Assepoester, ga er allemaal naartoe. Echt alle lof, 5 sterren plus. Alleen, wie zitten daar? Alleen maar witte mensen. Misschien 3 mensen, ik noem ze even donker. Ik wil niemand hier beledigen. Maar goed, niet blank zoals ik, laat ik het zo omschrijven. In de zaal... Maar wat was nu het verrassende? Dat er was 1 donkere Amerikaan op het toneel. En dat deed me zo ontzettend veel. Hij had de rol van prins. Maar dan word je zo bewust van hoe je dus gewend bent. Assepoester. We hebben hier dan niet een boze stiefmoeder, maar dat is een stiefvader. Maar de hele cast is blank en dan is opeens de prins... Zwart. Nou, ik was echt 5 minuten helemaal verbaasd. Dus zo ben je ook gewend nu, of weet ik, plak er een etiket op. Maar zo niet divers, sorry, ik zeg, ik maak toch even de conclusie heel hard. Ik zit in een zaal met 3 donkere mensen. Ik denk dat het punt, dank u wel, dat is denk ik duidelijk. Wat doen jullie daaraan? Laat ik het even in een vraag. Want het is zo... Sorry, ja, dank u wel, heel fijn. Hier is de zaal ook behoorlijk wit, hoor, bijvoorbeeld. Wat doe je daaraan? Ja. Nee, maar even, u heeft helemaal gelijk. Sorry, ik wil nu graag het woord weer hier op het podium. Ja, nee, u heeft helemaal gelijk. Dat is ook echt een aandachtspunt vanaf het moment dat ik er zit. En het is, kijk, opera en ballet is een zeer traditioneel bolwerk, zoals jullie allemaal misschien wel zullen begrijpen. Het zijn ook traditionele kunstvormen. Wat ik altijd zeg, het mooie van opera en ballet is dat de hoofdrol eigenlijk meestal wordt gezongen of gedanst door een vrouw. He, de vrouwen, of de diva of de prima ballerina, die hebben eigenlijk de hoofdrol. Want het zijn eigenlijk de mensen waar mensen voor komen. Alleen ze sterven altijd aan het eind. Dat is een beetje vervelend. Dus Tosca, we hebben bij de Traviata, eigenlijk altijd gaan ze dood. Dus dat is dan een beetje jammer. Maar, en bovendien, als je kijkt naar de dirigenten, de componisten, je kan zo... Vrouwen komen eigenlijk daar niet in voor. Zwarte zangers begint te komen. Dit is een van de meest beroemde tenoren in de wereld op dit moment. Ongelooflijk goed. Een zwarte Amerikaan.
Nou ja, ik bedoel, als je hem niet cast, dan ben je gek, zou ik maar zeggen. Maar dat zijn dan hele kleine stapjes voor de operawereld. Maar nou, hij zingt de sterren van de hemel. Maar dus die hele diversiteit, zowel van vrouw zijn als divers zijn, maar ook gewoon welke verhalen vertel je, want dat is ook nog wel een ding. Hè, als alle opera's worden geschreven door mannen, dan sterven al die vrouwen aan het eind. Dus ja, dus je moet gewoon andere verhalen gaan vertellen. Dus daar zit, en dat geldt hetzelfde voor diversiteit of inclusiviteit in het geheel natuurlijk. Dus ik kan niet anders dan helaas als algemeen directeur van Nationale Opera en Ballet bevestigen dat u de waarheid spreekt. Maar geloof me dat we er heel veel aan doen, maar dat is best een lastig proces. Maar daarentegen is het ook een heel interessant proces natuurlijk. Dus we zijn natuurlijk ook heel erg aan het kijken naar vrouwelijke componisten, vrouwelijke librettisten, maar ook zwarte componisten enzovoort. Dus daar komt steeds meer diversiteit, maar dat is eigenlijk diversiteit in het geheel. We gaan, nu heel natuurlijk naar het volgende onderwerp van de avond. We hebben denk ik, hoop ik, seksisme een beetje in kaart gebracht. Mm-hmm. Wat er allemaal nog steeds aan de hand is. Meertje, als een veelgelaagd probleem ook, hè, zijn we en dat is natuurlijk dat zo. Dat is zo. Ja. Meertje ook en Stella Bersma, ik vraag jullie om weer vooraan te gaan zitten. Dan kan je niet meer reageren op wat je wilde. Of wil je dan niet meer? Ik heb tegen jou. In het begin wilde je toch reageren en toen zei je van, nou, dat komt nog wel. Oh, aan het eind. Oh, dat komt aan het eind. Oh, sorry. Ja, maar altijd dan mag iedereen. Uitstekend. En dan vraag ik graag Lisa Meuke en Sharon Gesthuizen om alvast te gaan zitten. Geef ze graag een warm applaus. Sharon, welkom. Oud-Kamerlid ook voor de SP. En nu voorzitter onder andere van de branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Ja, en nog een heleboel andere organisaties. En een heleboel meer, maar ik ga ze niet allemaal opnoemen. En Lisa Muggen, hoogleraar. Hoofddocent. Hoofddocent, politicologie. Onderzoeker op het gebied van gendergelijkheid ook. Seksisme, je hebt ongelooflijk veel daarover gepubliceerd. Sharon, we beginnen met jou, want jij geeft een kortdurend intermezzo. En dat mag hier of achter het katheder. Ik heb een... ik doe het helemaal niet uit mijn hoofd. Dus als je het goed vindt, ga ik even staan. Ja, natuurlijk. Dan kan ik makkelijker spieken. En dan kan ik ook iets beter in de zaal kijken. Als je daar zit, dan heb je meer tegenlicht. Wat een leuke avond. Ik had niet gedacht van tevoren dat het zo leuk zou zijn. En ik lach hier ook om dingen waar ik in andere gezelschappen denk ik niet om zou lachen. En ik denk dat dat is omdat we hier met elkaar voelen hoe belachelijk sommige dingen zijn. Terwijl je dat, als je dat buiten een gezelschap meemaakt, waarin het niet zo duidelijk is hoe belachelijk dingen zijn, het helemaal niet grappig is natuurlijk. Op de Nationale Vacaturebank zie je dat een 25-jarige universitair geschoolde juriste jaarlijks gemiddeld €2000 minder verdient dan haar mannelijke collega in dezelfde leeftijdscategorie. Volgens de site zijn dit de redenen. Vrouwen zijn slechter in onderhandelen. Vrouwen werken vaker parttime en dat is slecht voor je carrière. Vrouwen kunnen zwanger worden, dat is ook slecht voor je carrière. Er bestaan vooroordelen over de geschiktheid van vrouwen als manager. En tot slot, vrouwen kiezen vaker voor minder betaalde beroepen. En de reden hiervoor is onduidelijk. Nou, meerdere van die redeneringen vind ik wat lastig. Misschien zelfs onbehoorlijk. Maar ik zoom alleen in op die laatste. Vrouwen kiezen vaker voor minder betaalde beroepen en we begrijpen helemaal niet waarom. Werk dat vroeger uitsluitend door vrouwen werd gedaan, en nog steeds, wordt gekwalificeerd als niet of minder professioneel. Meertje gaf daar net eigenlijk een voorbeeld van. Jouw werk wordt ook vaak als minder professioneel gezien, terwijl het gewoon je professie is, strategie. Het is niet een hobby, het is je professie. Maar als je iets als minder professioneel kwalificeert, dan hoef je er ook minder voor te betalen. En dat meisjes helaas eerder kiezen voor beroepen waarvan de meeste rolmodellen nog steeds bestaan, dat is niet zo gek. Maar er zijn andere, zwaarwegende redenen. Zodra veel vrouwen deel uitmaken van een beroepsgroep, is dat een prikkel om de loonontwikkeling achter te laten blijven. En zodra mannen stoppen met werken in een sector, omdat de loonontwikkeling achterblijft, ontstaat er ruimte voor vrouwen. Elders is die ruimte er niet en dus gaan vrouwen daarin aan de slag.
Dat is al gebeurd in de zorg en in het onderwijs. En het gebeurt ook al jaren in de advocatuur. Die steeds, zie de steeds opnieuw gelanceerde plannen met betrekking tot sociaal advocaten. Zodra er vooral vrouwen in een sector werken, is het meestal de overheid die als eerste klaarstaat om de salarissen te bevriezen. Want dan durven ze wel. Seksisme zit zo diep in onze cultuur, zo diep, dat we de oorzaken vaak niet eens meer helder voor ogen kunnen zien. Het is een wezenlijk onderdeel van onze cultuur. Van wie we zijn en worden als we opgroeien. Maar ook van onze wetten en van de manier waarop we tot recht en rechtvaardigheid komen. Seksisme blijkt in de meest elementaire dingen die we als kind voorgeschoteld krijgen. In de meest wezenlijke. Kijk naar onze taal. Je mannetje staan, een man, een woord. De overwinning heeft vele vaders. Maar kijk ook naar onze religies. In bijvoorbeeld de katholieke kerk, de kerk van mijn jeugd, was geen plaats voor vrouwen. Wat ik leerde over dingen als waarheid, goedheid, macht, hele wezenlijke zaken, dat was dat dat een wereld voor mannen was. Er waren geen vrouwen in de heilige drie-eenheid. Er was geen vrouwelijke apostel. En gecombineerd met het besef van de zondeval, dat daar best in hakt, vind ik, voor een 6- of 7-jarig meisje, en de overige kleinerende bijrollen in de Bijbel, heeft dat voor eeuwig een stempel gedrukt op wie ik ben. En op hoeveel ik mezelf waard vind. In Trouw mag men nog regelmatig laten optekenen dat men echt geen vrouw in het ambt van de protestantse kerk wil. Mijn dochter moet dat lezen. Net zo goed als dat we tot 10 jaar terug nog heel normaal vonden dat er politieke partijen waren met subsidie op zak die vrouwen buitensloten van de kieslijst. Mijn dochter moest dat zien. Terwijl het in 10 jaar kamerlidmaatschap in discussies ook steeds maar weer ging over onze joods-christelijke tradities en cultuur. En er nu steeds feller, steeds agressiever wordt gedemonstreerd tegen het recht op abortus. Door mensen overigens die voor forse investeringen in de krijgsmacht zijn. Omdat je niet mag beschikken over leven en dood als je een vrouw bent. We dreigen in een cirkel te blijven rondgaan. Want zolang macht en geaccepteerd, vergoelijkt of zelfs tot onze ware cultuur verheven seksisme hand in hand gaan in ons land, gaat dit niet veranderen. Zolang we geen afstand durven nemen van het verleden, zolang we niet durven zeggen dat als religies niet moderniseren zijn excuus vormen voor een regelrechte aanval op de vrijheid van vrouwen, zolang zullen het verdriet over het ontbreken van gelijke betaling, van gelijke beoordeling en gelijke rechten, dat zullen we moeten voelen en ook moeten doorgeven. Dank je. Dank je wel. Lisa, ik wil eerst naar jou, want gelijke rechten, gelijke betaling, het zijn dingen waar jij allemaal onderzoek naar doet, waar je mee bezighoudt. En we hebben net al een beetje van Meert gehoord over hoe het ervoor, nou ja, dat er seksisme in de politiek, dat is er. Er zijn niet voor niets initiatieven als Stem op een Vrouw om meer vrouwen die politiek in te krijgen. Hoe is het gesteld in de wetenschap? Het feit dat we maar 21% vrouwelijke hoogleraren hebben, zegt eigenlijk al alles. We bungelen helemaal onderaan in Europa. Dus die weg die opbouwt naar de top, daar vallen steeds meer vrouwen af. Dus het is een soort van schaar als je kijkt naar de vrouwelijke studenten. Dat is ongeveer 50-50 en op PhD's zijn 40%. En dan gaat het naar universitair docent, dat is het eerste niveau, wordt het minder. UHD's is zo rond de 30% en dan hoogleraren 21%. En het is een cumulatief effect. Dus als je kijkt naar van wat moet je nou doen en kunnen om die top van de wetenschap te halen. Nou ja, dan moet je keynotes geven, dan moet je prijzen winnen, editor van een heel goed journal. Nou ja, je voelt hem al aankomen. Dat zijn natuurlijk meestal mannen. Dus als je, het is een internationaal speelveld, hè? Dus het is extreem competitief en je hebt te maken altijd met internationaal. Je competitie is de wereld, vooral West-Europa en Amerika. Als je dan op die conferenties waar dan die keynotes zijn en die prijzen worden uitgereikt, ja, dat zijn bijna allemaal mannen. Dus wat je daarvoor nodig hebt om dat te veranderen is toch een beweging. Dus vrouwen die zich gaan organiseren, een investering van het leiderschap.
En heel veel van die patronen, zeg maar, die jij beschrijft vanuit de cultuursector of die beschreven wordt vanuit de politiek, die vrouwen, zeg maar, barrières opwerpen, die zijn heel vergelijkbaar met de wetenschap. Ik zou denken, vrouwen kunnen ook heel goed prijzen winnen en heel goed keynotes geven. Maar waar haken ze, waar vallen ze af? Wat zijn daar redenen voor? Ze hadden ook over moederschap bijvoorbeeld. Waar zie jij dat het nu spaak loopt? Nou ja, moederschap is altijd een probleem. Niet het moederschap, maar het is een heel mooi boek. Dat heet What Works for Women at Work. Door Joan Williams en haar dochter Rachel Dempsey. En die noemt een aantal mechanismen. Die vrouwen die barrières beschrijven, die vrouwen tegenkomen. En één daarvan is de maternal wall, zo noemt ze dat. Dus een soort van moedermuur. En wat dat inhoudt, is dat als je moeder bent, het voorbeeld werd al even genoemd, hè, van die Vlaamse minister-president, Telegraafkop, kan een premier wel moeder zijn? Nou ja, dat wordt niet alleen gevraagd over politici, maar eigenlijk over elke vrouw die een baan gaat doen waar een bepaalde macht achter zit. Ja. Want als je dan kinderen hebt, dan ben je kennelijk geen goede moeder. Alsof die twee niet te combineren zijn. Want ofwel, je bent als vrouw afgeleid, dan denk je aan je kinderen. Ofwel, je bent geen goede moeder. Het is mij ook gevraagd toen ik op de lijst kwam voor het eerst voor de SP... of ik nog van plan was om nog een kind te krijgen. Absoluut. Ja, absoluut. Maar dat gebeurt dus overal. Maar je hebt ook een penalty als vrouw als je geen kinderen hebt. Want dan wordt van je gevraagd dat je extra hard werkt. Dan ben je namelijk geen echte vrouw. Dus weet je, vrouwen vanaf een bepaalde leeftijd hebben sowieso dat moederschap is een probleem als je carrière hebt. Of je nou wel of geen kinderen hebt. En dat heeft te maken met gewoon vastgeroeste genderstereotypen die heel hardnekkig zijn in onze samenleving. Dus quota is natuurlijk nu een hot issue, kwam een paar keer voorbij. Allemaal hartstikke belangrijk, moeten we ook zeker doen. Maar als je alleen maar aan die top gaat zitten morrelen, je moet onderop ook iets gaan oplossen. Mijn dochter, ik heb een dochter van 10 en een zoon van 13. En mijn dochter van 10 kreeg 1,5 week geleden in haar schoen op de basisschool een hair extension. Alle meisjes kregen dat. En de jongens kregen een survival armband met touw, een kompas, een fluitje. Dus al die stereotypen die we hebben over mannen, leiderschap, avontuurlijk, vindingrijk, noem het, zitten allemaal voor mij in die survival armband. En die meisjes die moeten mooi zijn en lang haar hebben. Oh god, stel je voor dat ze kort haar hebben. Ja, dan denk ik, dan hou ik me bezig nu met politiek en quota en dat soort dingen. Ben ik nu stukken over aan het schrijven. Dan denk ik, oh wat erg. Dit is gewoon nu nog. Hè. Het gaat niet over mijn jeugd. Het gaat over mijn dochter van 10. En zij kent die discussies wel bij ons aan de keukentafel. Dus zij maakt er een punt van. Zij gaat naar de juf en zegt, van je maar hallo. Dus zij regelt voor zichzelf zo'n survival armband. Zij lippen. Een hele trotse moeder. Maar en het punt is, en ik denk dat heel erg belangrijk is, het is goed bedoeld. Ja. Het is, en dus we hadden het net, heel veel van die voorbeelden kwamen over echt giftig, gemeen seksisme. Maar dit is ontzettend goed bedoeld seksisme. Die juf die is fantastisch. Het is ontzettend een liever. De vrijwilligers natuurlijk op school, de moeders, vooral moeders die helpen. Maar het heeft effect, want je bouwt als vrouw, als meisje ook nu nog een achterstand op. Door dit soort dingen, door dit soort verwachtingen die we van meisjes hebben. En nog steeds ook wel, meisjes moeten geloof ik een 7 halen voor wiskunde om een positief advies te krijgen. En ik geloof dat bij jongens nog steeds een heel cijfer, een heel punt lager is. Mm. Dus het is wel, ik vrees van niet. We hadden het net al even, het is een beetje een lastige discussie daarin, want er zijn natuurlijk dingen die je op een bepaald niveau wel kan doen, maar ook dat veranderen van die verhalen waarin die vrouwen, verander maar eens een hele religie, is best wel een Je moet het bespreekbaar maken. Ik bedoel, hoe lastig is het niet om op een gegeven moment een keer die knuppel in het hondenhok te gooien? En weet je, het gaat me helemaal niet alleen om die religie. Het is alleen wel één van de normen. En op mij heeft het veel invloed gehad. Hè? Ik bedoel, zeker als je
opgroeit. Ja, je bent continu bezig, toch? Met wat is nou goed en wat is nou slecht. En tenminste, voor mij was dat een heel rijke, wereld om over na te denken. Maar het kan ook heel goed gaan over de manier waarop je je rechtsstaat hebt ingericht. Bijvoorbeeld leef je in een land waarin verkrachting binnen het huwelijk bestaat. Of waarin verkrachting überhaupt... We hebben de afgelopen weken weer allemaal die verhalen kunnen lezen over de meisjes die worden opgewacht... Op het moment dat ze op weg zijn naar een proces, in dit geval een proces dat ze wilden bijwonen, of waarin jij degene bent die wordt uitgestoten, of waarin je moet trouwen met je verkrachter. Wereldwijd zijn dat ook voorbeelden en zijn dat een soort van de manieren waarop er wordt gedacht en die je toch op de een of andere manier meekrijgt. En ik denk dat je daar, dat doet iets met je als mens. Dat zorgt ervoor dat je misschien ook minder makkelijk opstaat en zegt van waarom verdien ik gemiddeld 2000 euro minder dan mijn 25-jarige collega die precies hetzelfde doet als ik. Waarom moet ik dat op een site, weet je, notabene de fucking Nationale Vacaturebank, waarin je gewoon, weet je, ik was gewoon aan het kijken of ik een juridisch medewerker wel ongeveer in lijn met wat gebruikelijk was betaalde. Toen dacht ik, hè? Je moest sowieso al invullen of je man of een vrouw was. Ja. En dan krijg je die uitkomst. Maar als dat er zo staat, dan kun je wel doorklikken naar die redenen. Maar dan denk ik, ja, maar als het er zo staat, dan gaat dat meisje zich, denk ik, of die jonge vrouw zich refereren, aan dat lagere bedrag. En die jongen denkt van, hé, maar ik moet 1000 euro omhoog, want ik zit nog te laag. Ja, weet je, dan en dat is dan die cirkel. Want dat betekent dat je dus altijd het gevoel zult hebben dat het nou eenmaal zo is dat jij iets minder verdient of dat je iets minder waard bent. Dat vind ik heel lastig. Ja, dus je hebt. Maar het punt is, en dat hoor ik ook in jouw verhaal, hè, dat dus mannen worden dus uitgenodigd voor die lezingen en zo. Hè, want er worden een soort waardes gehangen aan die mannen, die dan als een vrouw dezelfde dingen doet, worden die waardes daar niet aan gehangen. Dat vind ik zo interessant. Dus stel, een vrouw kan een heel goede lezing geven en die man ook, dan wordt die man toch meer gewaardeerd. Dus, ook door ons. Ook ja, door ons, ja, ja, ja. Ook ja. Door ons. Ja. En daar, dat zijn die vooroordelen die gewoon deep down in zo'n cultuur zitten. Ja. En dan ben ik opgevoed door een moeder die werkte, 3 kinderen had. Ze huurde een meisje in, zeg maar, om ons op te vangen als we uit school kwamen. En ze heeft toen een crèche opgezet in dat dorp, omdat ze dacht, ja, ik moet gewoon voor mezelf gaan organiseren dat ik kan gaan werken. Dus ik kom uit een omgeving waar het gewoon echt normaal was dat ik ging werken en dat ik voor mezelf ging zorgen. Dus, en dan denk ik, mijn moeder is nu 91, denk nou, dat is fantastisch. Dus ik heb zo'n rolmodel voor me gehad. Wat cool. Ja, dat vind ik ook super cool. En ja, dat vind ik echt, ja, dat denk ik, dat is echt fantastisch. En ik realiseer me steeds meer hoe bijzonder dat is. Toen vooral. Ja. He, ze is geboren in 1927 of 28. Sorry. Dat denk ik echt, wauw. Oh, ja. Dus dat vind ik dan mijn voorrecht. Dat eigenlijk was het zo normaal dat ik zou gaan werken. En zo normaal dat ik ging doen wat ik heel graag wilde doen. Dus dat was voor mij helemaal geen vraag. Het was misschien voor mijn omgeving een vraag. Ja. Of ik kwam van allerlei mensen tegen die vragen hadden. Maar voor mij was het geen vraag. Maar het heeft dus wel echt... ik denk dat het heeft je enorm geholpen, toch? Enorm. En als je dat want niet hebt, wat voor het grootste precies. deel van de mensen geldt, betekent dus dat het ook echt een setback is. Ja, precies. Want als je zo wordt opgevoed, namelijk die man die jou aan jou twijfelt, nou, die is eigenlijk bijna onbelangrijk. Want het doel ligt erachter. Die man is gewoon diegene die je tegenkomt. Ja, maar je hebt ook nog te maken met de samenleving, met structuur en de realiteit van je omgeving, van je werkveld. En we weten ook uit onderzoek dat mechanisme, heeft een hele mooie titel, Prove It Again mechanisme. Vrouwen, het is bewezen in verschillende sectoren, vrouwen moeten gewoon zich dubbel of in ieder geval meer bewijzen dan mannen. Eens. Om net zo capabel geacht beoordeeld worden. En we hebben daar onderzoek naar, dus enerzijds. Is natuurlijk altijd zo'n fix the women mentaliteit van nou ja, vrouwen zijn bescheidener, ze nemen minder snel initiatief. Dus als er een vacature is, dan denken ze, oh, ik voldoe maar aan 4 van de 10 criteria, dus ik solliciteer niet. Ja.
mannen doen dat wel. Maar aan de andere kant, ze moeten ook aan meer criteria voldoen. Dus het is een soort van... Het is toch ook het stereotype beeld waarmee je bent opgegroeid. Ja, en iets absoluut. Wat zo in je hoofd zit, krijg je gewoon niet zo gemakkelijk weg. Nee. Ik vind ook echt oprecht dat de vrouwenemancipatie een van de traagste emancipatieprocessen is die er zijn. En dat komt volgens mij doordat het... Ja, in vrijwel alle culturen, als je naar de geschiedenis kijkt... in vrijwel alle culturen is het toch zo dat de ondergeschiktheid van de vrouw... dat was nou eenmaal een soort van vastpaken. Weet je, dat, ja, daar hoefden we verder niet met z'n allen heel erg moeilijk over te doen... of heel erg veel woorden aan te wijten. Dus het is een soort van een natuur geweest. Ja. En weet je, zolang je niet ook durft af te rekenen met dat verleden... zonder dat je dat heel erg activistisch hoeft te doen. Maar we weten zoveel meer dan duizenden jaren geleden. Je moet dat kader moet veranderen. Anders blijf je mensen houden die in hun hoofd toch die bescheidenheid onterecht met zich mee dragen. Het is wel heel fijn als je dus aan de top zit. Want je kan gewoon... Je moet eerst wel komen natuurlijk, maar je kan dus wel dingen veranderen. Ik zeg altijd, neem alsjeblieft een moeder aan met 4 kinderen, want die zijn super georganiseerd. Die komen altijd op tijd, daar kan je echt op bouwen. Die kan je bellen, zegt ze, nee, bel me nou maar naar 8 uur, want dan enzovoort. Die zijn echt, dus moeders met kinderen echt helemaal... Nou, vader, neem ze aan. Ik ben wat minder georganiseerd, ik heb er maar 1 inderdaad. Ja, nee, hoe meer, hoe beter. Dus wat dat betreft, die ene... Op een wat concreter niveau, want Lisa, jij kunt ons dat vertellen. Wat werkt nou wel? Het gaat langzaam, daar ben ik het mee eens, maar het moet toch mogelijk zijn om het iets te versnellen? Wat werkt? Nou, wat werkt zijn dingen zoals dit. Dus wat blijkt uit onderzoek, dus over bijvoorbeeld politieke vertegenwoordiging, wetenschap minder, maar in ieder geval politiek en überhaupt invloed, is als vrouwen zich verenigen. Dat is echt heel erg belangrijk. De vrouwenbeweging heeft zo ontzettend veel bereikt. En er is natuurlijk heel veel mis. Het gaat vreselijk langzaam. We hebben 400 jaar kiesrecht. En dan kijk je terug en denk je... Oh, bijna alleen het mannenkiesrecht. We hadden bijna... Ja. We hadden bijna 100 jaar kiesrecht gevierd... in het jaar dat alle mannen kiesrecht kregen. Bijna. Khadija heeft het voorkomen. Het gaat dus ontzettend langzaam. Maar er is wel een momentum. Er wordt heel veel gesproken over het feminisme, over vrouwen, over, nou ja, jij noemde het net ook al. Überhaupt, macht wordt veel meer bevraagd dan 5, 6 jaar geleden. Dus het is in die zin is er een momentum waarvan ik denk van, nou, laten we er alsjeblieft gebruik van maken en ons verenigen en dat zoveel mogelijk aankaarten. Want uiteindelijk gaat het om bewustzijn. En dus je moet dingen doen in het is een structureel probleem wat je moet aanpakken van binnenuit, maar ook in de structuur. Dus proberen, je kan dingen met quota doen als je ze zorgvuldig implementeert. Dus met streefcijfers en met sancties. Want als je alleen maar zegt van, er moeten meer vrouwen bij. Of je gooit er een vrouw bij en je roert even. Dat heeft geen effect. Omdat de structuur namelijk zo is dat... Dat ze werken in een mannelijke cultuur. Dus wat je dan vaak ziet, dat heeft onderzoek dan uitgewezen, als je een vrouwelijke minister-president hebt, dat niet leidt tot meer de benoeming van meer vrouwelijke ministers, omdat zij de deur achter zich dicht trekken. Dus zij moeten loyaal zijn naar die mannen om zich heen. En bovendien, als vrouwen benoemen, dan worden ze beticht van identiteitspolitiek. Terwijl mannen erop kunnen scoren. Dus wat voor vrouwen in de politiek werkt, is als je meer een kritische massa krijgt, een elite van vrouwen, meer parlementsleden en vrouwen op topfuncties in het lokaal algemeen. Ook. Lokaal is heel belangrijk. Enorm groot probleem. Dat is iets van 25-30% in de gemeenteraad. We hebben het de hele tijd alleen maar over de Tweede Kamer en het kabinet. Wat er is natuurlijk te laag, maar het staat er best wel goed voor. Lokaal is echt een gigantisch groot probleem. Burgemeesters, wethouders. Dat is heel problematisch. Dus daar kan heel veel gedaan worden. Vooral achter de schermen, mobiliseren. Maar ook moedig mannen aan om bondgenoot te worden. Kijk, het is natuurlijk...
een werkcultuur wordt beter van diversiteit. Dat weten we. We weten dat gemengde teams beter werk leveren in verschillende sectoren. Dus mannen hebben er ook baat bij. Jij noemde het net al eventjes. Het is maar een heel klein segment met mannen wat die machtslaag domineert. Dus ze zijn meer soort, er is ook ruimte voor meer andere soorten mannen als je die diversiteit openbreekt. Dus maak mannen bondgenoot. Dat is heel belangrijk. En die stereotypen doorbreken. En dat kan ook door rolmodellen zichtbaar te maken. Dankjewel, beste Boel. Ik wil van jullie allebei graag horen of er, of Lisa nu net voorbeelden noemde waarvan jullie zeggen van, ja, dat heb ik geprobeerd in mijn sector en dat werkt. Dat zie ik, dat werkt. Els, wil jij beginnen? Wat werkt bij jullie? Nou, ik heb wel één kritische opmerking over het vrouwennetwerk. Want ik vind toch dat vrouwen, in ieder geval, dan heb ik het even over mijn generatie. Ik ben bijna 60, dus en dan daar iets onder. Dat die heel, ik vind dat ze niet echt solidair zijn soms. Dus dat het, ik vind dat mensen, vrouwen elkaar veel meer moeten helpen. En ik heb veel meer gehad in mijn carrière aan mannen. Dus mannen die mij duwden. En die dus die mij hielpen om ergens te komen. En die mij dus gewoon zeiden van, ik zal jou aanbevelen bij Pietje. Of maar dan ga ik toch vragen, hè, voor mezelf, maar ook voor de vrouwen in de zaal. Hoe krijg je die mannen daar? Nou, dat zijn ook gewoon omdat het bijzondere mensen zijn. Of bijvoorbeeld in een bestuur bij het Prins Klausfonds zat Morris de Baksblad. Nou, dat is gewoon een heel bijzonder, integer mens. En die heeft mij enorm geholpen. Van de Code Tabaksblad is dat toch? Van de Code Tabaksblad, ja. Dus nou ja, dat gaat ook over gelijkwaardigheid en diversiteit enzovoort. En dat je niet je geldwolf moet zijn als je aan de macht zit enzovoort. Maar dus ik heb heel veel gehad aan dit soort mannen. Die gewoon zeiden, en die ook dus erkende dat je goed ergens in was. Terwijl andere mannen dat niet herkenden, laat ik het zo formuleren. Maar dus dat is één. Dus dat is even een kritische. Maar dat is in ieder geval van als ik kijk naar mijn generatie. Dus ik zou zeggen, dat is echt superbelangrijk. En ik vind in de cultuur werken dus al heel veel vrouwen. Dat is dus wel verschillend ten opzichte van anderen. Bijvoorbeeld waar jij binnenkwam bij die mannen, dat mannenbolwerk. Dat ken ik niet zo in de cultuur. Dat is bijna niet, ook niet bij televisie. Het is toch erg divers. Maar het gaat juist om die toplaag. En daar is dat netwerk wel essentieel? En is het ook essentieel dus dat er voorzitters komen van Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen die ook vrouw zijn? Ik weet zeker dat dat gaat helpen. Ja, dat denk ik ook. Dankjewel. Ja. Ja, ik zat inderdaad te denken aan. Overigens zijn er ook wel vrouwenbolwerken in de Kamer. De commissie Zorg is eigenlijk altijd voor het overgrote deel staat uit vrouwen. Die wordt dan ook de commissie Kijvende Wijven genoemd af en toe. Wat ik wel deed in de Kamer, dat was heel goed kijken als ik bijvoorbeeld een keer zo'n avondje in het land had. Ik kom natuurlijk ook best veel op universiteiten, hogescholen en ook wel mbo. In een tijd dat mensen ook wel stages moeten gaan lopen. En dan probeerde ik ook wel een beetje te scouten van welke dames zouden het misschien wel heel erg leuk vinden en waar zou ik zelf ook wat aan hebben als die bijvoorbeeld een tijdje bij mij stage zou lopen. Dat is eigenlijk wat jij net benoemde. En daar kun je ook gewoon een heel langdurig contact mee opbouwen, vind ik. Dus daar kun je, jij had het, ik vind het eigenlijk een soort mecenas die jij had. Diegene die anderhalf jaar je kantoorruimte betaalde. Eigenlijk bijna niks mis mee. Volgens mij gebeurde het vroeger ook bij mannelijke kunstenaars echt superveel. Ja. Maar ja, het is heel erg leuk, vind ik, om zelf zo'n positie te ontwikkelen. Want je hebt gelijk, aan de top is het een stuk makkelijker dan wanneer je moet opboksen en thuis zit met iemand die heel erg boos is omdat de voetbalwedstrijd van zijn favoriete club is verloren. En in een nog heel andere cultuur waarin je over dit soort dingen sowieso al niet praat. Dus dat investeren in dat soort jonge mensen, ik vind het zelf ook echt super inspirerend. Je herkent jezelf ook vaak makkelijker en beter in een seksgenote. Dus super fijn om dat te kunnen doen.
En iets anders wat jij daar straks zei, hè, van, toen het over macht ging, daar zit volgens mij wel, daar zit het heikele punt. Hè. Het gaat toch om macht. Toen moest ik denken aan mijn boek wat 2 jaar geleden verscheen. Dat heette Schoonheid, Macht, Liefde. En moet je eens raden over welk woord ik het vaakst werd aangesproken, dat men dat eigenlijk niet zo goed vond passen in die titel. Schoonheid, Macht, Liefde. Dat was iedere keer het woord macht. Want dat paste toch niet zo goed. Ja. En wat een raar woord was dat. En macht was iets lelijks en macht was iets vies. En dat komt omdat men het gewoon niet kan associëren met een vrouw. Ja, en dat is eigenlijk mijn tweede punt. Je moet dat soort dingen dus bespreekbaar maken. Je moet daar toch... overigens heb ik ook het vaakste advies gehad van mannen... over hoe zij mijn boek zouden hebben geschreven. Dat zou heel anders zijn geweest. Nee. En op een gegeven moment heb ik maar gewoon geleerd te antwoorden... Nou ja, weet je, ik zie ook echt ontzettend uit naar het lezen van jouw bestseller. Want daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. En als je dat dan zegt, merk, denken ze dan, oh ja. Ja, met een grapje kom je altijd wel weg. Het is ook iets wat ik echt, want nu doe ik vooral heel veel bestuurlijk werk. Dat is echt iets anders dan, Meert is coalitiekamerlid geweest. Ik was altijd oppositie. Dat is echt anders. Zeker als je dan daarna in meer bestuurlijke rollen komt... Dan moet je dus bijvoorbeeld veel meer leren voorzitten, de boel bij elkaar leren houden. Je moet, vind ik zelf, voor mij geldt in ieder geval dat ik daar veel humor bij moet gebruiken. Want ik weet dat als ik dingen recht voor zijn raap zeg, ja, dan kom ik meestal in hele lastige pakketten terecht. Dus ja. Beetje humor. Ja, nou ja, dat is gewoon wel zo. Ja. Ik weet ook niet of dat nou heel erg anders is voor mannen. Oh nee, sorry. We gaan zo dadelijk naar de zaal. Ik ga eerst nog een laatste vraag stellen. Ja, ja. want mijn laatste vraag is eigenlijk het volgende. Abraham de Zwaan, die zei een tijd terug, die heeft een boek geschreven. Ook niet een boekje noemen, maar een boek. Tegen de vrouwen heet het. En zijn stelling is eigenlijk, het gaat zo ontzettend goed met de vrouwenemancipatie wereldwijd. Dus wat we nu zien in die toenemende vrouwenhaat op internet en zo. Hij noemt dat een laatste stuiptrekking van stervend patriarchaat. Dat was een Britse historicus die hem dat jaren hiervoor al heeft voorgezegd. En? Dat is zo? Ja, ik denk dat dat wel zo is. Ja. Ik weet niet of het zo goed gaat, maar het is wel overduidelijk zo dat juist het feit dat dat vrouwen zoveel meer het wereldtoneel op willen eisen, dat wel voor tegenwerking zorgt. Ik denk dat dat wel klopt. Zijn jullie het daarmee eens? Ja, ja, ik denk het, ja. Nou, ik hoop het. Ik hoop dat het een laatste stuiptrekking is. Ik weet niet. Ik denk dat er nog heel veel moet gebeuren. Ja. Ja, nou, ik denk... internet is wat die betreft... Ja, ik vind dat echt fantastisch voor dit soort... want iedereen over de hele wereld kan zien dat er een protestmars is van vrouwen ergens. Dus dan word je ook door geïnspireerd. Kijk, en dat vind ik wel ongelooflijk. En ik weet niet precies wat dat teweeg gaat brengen. Want ik ben heel veel in landen geweest zoals Pakistan, Afghanistan enzovoort. En ja, daar moet nog zoveel gebeuren. Dat je, wij zitten echt in een hele andere positie. Maar wij kunnen met internet en die digitale media wel invloed daarop hebben. Want dat zie je nu ook. Dus dat vind ik echt ongelooflijk goed en fantastisch. Dus, dus ik hoop dat het die kant uitgaat. En ik denk, als je kijkt naar... ik geloof ook wel echt in rolmodellen. Zoals Merkel, die er is gewoon. Ik vind het fantastisch dat die vrouw er gewoon... Ja. is en dat ze er nog steeds zit. Obama was natuurlijk ook een rolmodel wat dat betreft. Dus ik denk, rolmodellen zijn toch ook wel heel erg belangrijk voor dit soort ontwikkelingen en veroveringen bijna. Ja. Ja, tegelijkertijd denk ik wel dat Boris Johnson met ongeveer dezelfde agenda als May nu misschien wel een trucje gaat doen, terwijl May het echt enorm voor de kiezer heeft gehad. Dus we zijn wel een pas op de plaats of misschien wel een pasje terug aan het doen. Misschien wel door dat verzet. Ja. Stuiptrekking. Ja, stuiptrekking. Ja. Dank jullie wel. Dan ga ik nu toch deze kant op kijken. Zijn er vragen? Ja, een hele hoop. Hartstikke goed. Ga ik zo het rijtje af, dus hiervoor beginnen.
Dankjewel, Jamila Anzi van Katinka's appgroepje van vanavond. Dank voor een hele mooie avond. Ik vind het heel erg leuk dat Sharon er is. Ik ben net aan je boek begonnen. En Stella had het over representatie. En dat geldt ook voor wie zien wij op tv leiderschap uitdagen. En dat heb jij gedaan. En ik vroeg me af of je iets over het seksisme daar kon vertellen. Ja, ik denk dat dat niet per se aan een partij kleeft. Hoewel ik wel vind dat er progressievere partijen zijn dan, zeker op het gebied van emancipatie, dan de SP dat toen was. In ieder geval in standpunten. Maar natuurlijk moet je je op het moment dat je dat doet realiseren dat je zeker niet als de natuurlijke leider wordt gezien. Dat is gewoon niet zo. Dus je moet je realiseren dat je met 1-0 achter staat. Maar het leuke is dat je, als je dat van tevoren al weet, ook om andere redenen, want ik wist natuurlijk al dat ik niet de voorgedragen kandidaat zou worden. Dat was al maanden achter de schermen bekend. Dan weet je, kun je ook wel een beetje zijn zoals die tekst in dat nummer van Spearhead. The harder they hit us, the louder we become. Like the skin on the drum. Ja, als je weet dat je die tegenslagen krijgt en je zet je erop schrap, dan kun je er ook wel een bepaalde kick van krijgen of zo. Om tegen die stroming in te zwemmen. Ik vond dat leuk. Het is ook een beetje het spel van... Nou kan ik alleen maar metaforen met mannen bedenken. David en Goliath. Help me. Misschien moet je een nieuwe bedenken. Ja, we moeten een nieuwe bedenken. Dus het is inspirerend om dat te doen. En dus je moet er ook een beetje van genieten terwijl je dat aan het doen bent. Ook al weet je dat je kansen iets kleiner zijn. Ik heb heel driftig meegeschreven vandaag, dus daarvoor heel veel dank. En mijn vraag was eigenlijk gericht naar Els van der Plas. Je zegt dat je gebruik moet maken van het systeem en dat je daarna eventueel kan, of in ieder geval kan veranderen. En ondertussen dat je dus tot de top dan gebruik kan maken van het systeem. Maar mijn vraag was, verlies je dan niet als je eenmaal aan de top bent je legitimiteit en je autoriteit om het dus weer te veranderen, omdat mensen je dus dan aanspreken op het feit dat je er gebruik van hebt gemaakt? Ja, misschien wel. Het hangt ook van de situatie af. Ik denk dat het 30 jaar geleden gewoon anders was. Het hangt ook van de mens af. Hè. Sommige mensen zijn heel activistisch en die gaan er gewoon dwars doorheen. En die gillen dat ze er dwars doorheen gaan. En andere mensen die maken gebruik van de situatie en gaan dan door. Dus dat, ja, het is ook een beetje wie je bent, denk ik. Maar dat kan, wat jij zegt, absoluut. Dus je moet wel zorgen dat je bij jezelf blijft en niet je eigen idealen en geloof verloochent. Dus dat moet je zeker niet doen. Je moet zeker niet in een situatie terechtkomen waarin je iets doet wat je eigenlijk niet, waar je eigenlijk niet achter staat. Maar het is waar, dat kan. Achterin nog een vraag? Ik heb 40 jaar in de emancipatie gewerkt, onder andere als directeur van het Clara Wiegman Instituut bij de European Women Lobby. Wat ik mis in dit hele debat is dat in Nederland heeft eigenlijk een revolutie plaatsgevonden de afgelopen 20 jaar, want van 30-40% vrouwen werkt nu 80% van de vrouwen. Alleen, om redenen die ik hier niet zal toelichten, heeft vooral met de CDA-opstelling na de Tweede Wereldoorlog te maken. Die de vrouwen thuis wilden hebben en dat de man een gezinsinkomen kreeg. Zitten wij hier in Nederland nog steeds aan het anderhalf verdienmodel vast. Want ik wil aan jullie vragen, hoeveel vrouwen zijn er in Nederland? Dus met 80% van de vrouwen die werken. Hoeveel vrouwen zijn er economisch zelfstandig? Dus dat ze het sociale minimum verdienen. Ja. Nou, nog minder dan 50%. Dan 50, ja. Nog minder 48% van de vrouwen. Nee. We gaan geen discussie. Toe. Ik ga ook nu weer terug naar het maar panel. Is een terecht punt. Dank u wel, het is een heel goed punt. We gaan het er even over hebben. Dank u wel. Mevrouw, sorry. Het punt is echt super duidelijk. Dus we gaan het erover hebben. We moeten. We hebben vandaag een debat over de essenties gehad. Ik vind dat we daar vanavond lang zijn. Dat begrijp ik, maar... Omdat wij vrouwen allemaal op een gegeven moment, ook als de kinderen uit huis zijn of weet ik wat,
meer vrouwen, dus op alle niveaus, ook op die lagere niveaus, want dan krijg je pas meer stroming naar boven, die moeten veel meer uren willen gaan maken. Belangrijk, ja, ja, dus vrouwen. Ik vind het ontzettend belangrijk punt en ik ga het nu hier naar het podium brengen. Dank u wel. Ja, het is inderdaad een heel belangrijk punt. Ja, heel essentieel, inderdaad, zoals mijn vrouw zegt. De zelfstandigheid blijft achter. Ik ga ervan uit dat jullie alle drie economisch zelfstandig zijn. Dus dat ik niet hoef te vragen, waarom ga je niet meer werken? Maar wat remt vrouwen nu en hoe zorgen we er nu voor dat ook vrouwen die dat nu niet doen, meer gaan werken? Ik denk dat een van de dingen die meest... Ja, weet je, ik ben het overigens echt een geweldige hartekreet, hoor. Of het is niet alleen een hartekreet, het is ook uw professie natuurlijk. Ja. Maar ik ben het heel, heel erg met u eens. Ik ben ook heel erg blij dat u het punt maakt. Er zijn ontelbaar veel redenen, denk ik. Maar een van de belangrijkste redenen die ik om me heen veel zie gebeuren en die ik ook heel erg logisch vind, dat is dat het als vrouw ingewikkeld is om thuis gewoon dat mes op tafel te leggen en te zeggen, maar ik wil wel de kostwinnaar zijn en ik wil best wel gewoon meer verdienen. En als we dan inderdaad aan een kleintje beginnen, dan wil ik ook echt dat jij minder gaat werken en ik wil fulltime blijven werken. Terwijl ik zie het omgekeerde gebeuren. Ik zie jonge vrouwen met een beter salaris dan hun man. Het draait niet allemaal om geld, maar met een beter salaris dan hun man. En zij gaan minder werken en hij niet. Ja, weet je, als dat de verhouding is binnen relaties, dan... Weet je, wat geef je op een gegeven moment allemaal op? Veel succesvolle vrouwen die ook echt van hun carrière houden, is het ook echt moeilijk om het... Om dat soort dingen ook nog een beetje te onderhouden. Als ik het voorzichtig zeg. Het idee van je onzichtbare zorg, zeg maar, om niet genoeg. Omdat thuis stiekem nog steeds Stella zegt iets heel essentieels, namelijk dat je dan thuis intussen ook nog geacht wordt om de boel op orde te houden. Zoals bijvoorbeeld je schoonmoeder, niet mijn schoonmoeder, schoonmoeder van een vriendin, die langskomt en zegt, je moet het hier wel wat beter schoonhouden, terwijl beide partners evenveel werken. Ik werd ook aangesproken toen ik op een gegeven moment een keer op de school van mijn dochter was en het sneed recht door mijn hart. Zo zien we jou ook eens. Ja. Weet je, het was een vrouw. Nou ja, als ik terug kon gaan in de tijd, dan zou ik er denk ik gewoon... Nee, helemaal eens. Ja. Helemaal eens gewoon. Ja. Sowieso eens. En misschien is het is die expliciete verwachting ook van die hele omgeving en de samenleving dat je als vrouw part-time moet werken als je kinderen hebt. Ja. Dat wordt gewoon verwacht van iedereen. Dus sterker nog, in lage sociaal-economische status gezinnen is het voor een vrouw juist heel erg statusverhogend om wel zelf voor je kind te zorgen. En ik vind dat, weet je, ik kan die keuze niet voor iemand anders maken. Alleen juist als je het hebt over economische zelfstandigheid. Ik bedoel, hier zitten misschien wel vrouwen die het redden met 3 dagen in de week. Hè, die dan daarmee economisch zelfstandig zijn. Maar bij die lage sociaal-economische status niet. Want daar zijn de salarissen zo laag dat je eigenlijk gewoon fulltime moet werken. Op deze discussie toch... sorry, nee, we gaan het nu... En kinderen. Ja, dat klopt. Nee, dat is ook zo. Maar ik wil ook nog wat ruimte geven voor andere vragen uit de zaal. Daar is er bijvoorbeeld 1 en daar ook nog 2. Dus ik ga daar nu eventjes heen ook. Bedankt allemaal voor het delen van jullie kennis en kunde. We hebben vanavond gekeken naar een panel met alleen vrouwen. En ik ben heel erg benieuwd wie jullie de mannelijke boegbeelden in Nederland vinden van deze strijd. En of zij ook wel eens publiek zich uitlaten hierover. Ik moet heel hard nadenken, dat zegt al genoeg. Nou, ik heb 1 man genoemd, maar die is helaas overleden. Dus, maar Morris de Baksblad was iemand die voor mij wel iets representeerde... waar ik van dacht, nou, als we meer van dit soort mannen hadden... dan werd ik gelukkig in die samenleving. Ja. Want ik vind ook wel dat we moeten kijken naar de politiek. Want ik vind de politiek is zo zichtbaar. Hè? Dus, misschien media of zo. Zijn daar mannen die dit uitdragen? Mm. Dat zou, en eigenlijk als ze het niet doen, moeten ze eigenlijk daar attent op maken. Dat we gewoon zeggen, van, daar moet je iets aan doen. Ook gewoon in hoe je erover praat. Je hebt voor mannelijke emancipatie Jens van Tricht. Ja. Heel erg... Ja, zeker. Maar daar zijn de meningen, denk ik.
De discussie over Sander Schimmelpenning is er denk ik even aan de bar. Lola, er waren nog twee vragen daar. Mijn vraag ligt een beetje in het verlengde en daarvan. Nou, ik zie voor me zie ik een panel met allemaal krachtige vrouwen. Maar zelf zie ik mezelf, kan ik mezelf daar niet in zien. Ik vraag me af in hoeverre jullie daaraan werken om ook wel diversiteit binnen de vrouwenkring ook binnen jullie groep aan te trekken. Dus vrouwen van kleur, van LHBT, van noem maar op. Ja, een hele goede vraag. Aannemen. Ja, aannemen, maar ook pushen, aanbevelen. Dat is denk ik wat je ook veel meer moet doen. En zorgen dat ze in mijn geval natuurlijk aangenomen worden. Hè? En dan is het weer heel vervelend dat je heel erg bovenin zit. Want dan kan je niet zeggen van je moet die aannemen. Maar je zegt gewoon van dit is ook een heel goed iemand. Dus je zit wel. Maar dit is wel dat je moet echt zorgen, aanbevelen. Maar waarom zie jij, bedoel je dat je geen kleur ziet op het podium? Of zie jij jezelf niet in deze positie? Dat wel. Okay. Maar het eerste wat ik deed toen ik de uitnodiging kreeg om naar dit evenement toe te gaan, dan kijk ik naar wie de sprekers zijn. Snap ik. En dan zie ik mezelf gewoon, om het over het fysieke te hebben, zie ik daar niet in terug. Om daar ook heel eerlijk over te zijn, hebben mensen van kleur hebben net een andere ervaring. Vrouwen van kleur hebben net een andere ervaring dan een blanke vrouw. Ja. We hebben allemaal te maken met seksisme. Maar we hebben soms ook te maken met discriminatie of met het fetischisme. Dat waar sommige donkere vrouwen ook mee te maken hebben. Dus daar doel ik meer op. Nou ja, het is een heel goed punt wat je inbrengt. Want die hele intersectionaliteit die is helemaal niet ter sprake gekomen vanavond. Dus het is heel goed, heel belangrijk dat je dat inbrengt. En ook in de politiek is dat een groot probleem. En in de wetenschap is ook gigantisch wit. Ze hebben het over hoogleraren. Nou ja, ik denk dat ik twee hoogleraren ken die niet wit zijn. En verder niet. We hebben een reden. Nou ja, studentenpopulaties worden wat diverser. Maar wat ik probeer te doen, ik organiseer veel congressen, veel lezingen, dat soort dingen. Dat ik altijd in zo'n programma van een jaar kijk, dat ik heel divers uitnodig. Dus, en dat gaat ook over seksualiteit, ook een belangrijk thema vind ik. Dus dat ik kijk dat zo'n programma intersectioneel is. Wie krijgt de prijzen, wie doet de keynote, zit een panel voor, wie is de discussant. Dat we daar helemaal doorheen gaan. Ik heb in juli een conferentie aan de UvA georganiseerd met 900 deelnemers. Er waren meer dan, ik denk 120 parallele, niet allemaal parallele panels, maar in totaal in 3 dagen 120 panels. Nou ja, om te zorgen dat dat allemaal gewogen is en dat daar genoeg diversiteit is, dat is een ongelofelijke klus. En dat vergt veel werk. En ik denk dat we daar allemaal de schouders onder moeten zetten. Ik merk dat het op sommige plekken is het heel goed te doen. Bijvoorbeeld in een raad van toezicht of in een bestuur, waarin je echt breed kunt kijken. En op andere plekken, zoals bijvoorbeeld bij de branchevereniging waar ik voorzitter ben, is het veel moeilijker, want dan moet je bestuurders hebben van organisaties. En die zijn er dan dus gewoon niet. Dus dan kun je alleen maar zelf kijken van wie kun je bijvoorbeeld wel aannemen en wie kun je dan coachen om verder te komen. Ik ben daar zelf heel bewust mee bezig. En het benoemen, altijd benoemen. Dus ik zit steeds meer in commissies en in juries. Ik benoem het altijd. Dus ook als er geen kandidaten zijn van kleur of te weinig vrouwen. Gewoon de hele tijd benoemen, 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 benoemen. Ja. Ik denk dat dat een eerste stap is naar bewustwording. De laatste vraag. Ja, eigenlijk een vraag aan jou, Jante, als hier representant van de Bali. Hebben jullie er zelf over nagedacht in het programmeren van... Want we hebben hier nu 3 sprekers die de hele goede opties bieden. Van, hé, wat goed. En ik denk, ik herken wat jij zegt. Ja, als ik naar mijn eigen jeugd kijk, denk ik... Ja, en dus plus wat jullie allemaal zeggen, zou ik ook alle dingen willen benoemen die mijn cultuur en jeugd hebben meegebracht, die daarin meespelen. Dus hoe heeft de Bali hierin over nagedacht? Kan je daar zelf iets over vertellen? Ja, dat is fijn. Ja, ook omdat de avond een samenwerking was. Ja. Dankjewel. Daar ben ik weer. en meer algemeen was het echt
tering moeilijk om hier überhaupt vrouwen op een podium te krijgen. Wat de kleur ook was. Omdat het voelt voor heel veel vrouwen toch als zeg maar zeggen dat je een slachtoffer bent van seksisme door hier te gaan zitten. Dus we hadden eigenlijk het programma pas vorige week rond. Of was het misschien deze week? Deze week, ja. Dus we hebben heel breed uitgezet en geprobeerd. En dit is gelukt. Ja, mag ik ook één ding nog zeggen? Wat ik heb gehoord, en jij ook ongetwijfeld, ik denk heel veel mensen hier, wat ik heel vaak hoor van redacties van televisieprogramma's, is dat vrouwen heel erg vaak nee zeggen. Dus de mensen die misschien ergens het gevoel kunnen krijgen, ja, maar dan kom ik daar in een setting in, dat is dan misschien niet vrouwvriendelijk, en dan zit ik daar en dan ben ik weer de enige. Dan houden mensen vaak die boot af. En zo doorbreken we dus met z'n allen die cirkel ook niet. Maar zoals ik het begrijp, heb je dus wel uitgevraagd, diverser, en is er nee gekomen. Ja, dat betekent denk ik, hè, voor, en dat geldt dan voor mij in mijn positie, dat ik dan dus weet dat ik harder moet doorzeuren en dat ik tegen iemand zeg, je moet er echt bij komen. Het is echt heel belangrijk dat jij er ook gewoon bent. Je hebt de verantwoordelijkheid. Als ik dan ook nog als laatste iets erover kan zeggen. Ik vind het echt een heel goed punt. En het klopt dat het lastig zoeken is. Maar over het algemeen moet ik toch ook zeggen dat we echt wel proberen om beter te zoeken. En ik denk dat een mooi voorbeeld daarvan, wanneer het wel lukt, plaatsvond vanavond in de grote zaal. Er was een programma over Toni Morrison. Oh ja. Met volgens mij alleen maar spreeksters van kleur. Maar je hebt gelijk, het moet gewoon veel meer een gegeven worden. En dat is vanavond niet. Maar we werken eraan en moeten dus nog een dus de volgende keer zit jij hier en ja, zit ik daar. Dat lijkt me een heel goed idee. De laatste. Kunstenares Patricia van Kersenhout. Ik weet niet of jullie de moeite hebben genomen om haar kunstwerk Who's Coming to Dinner To, gebaseerd op een iconisch kunstwerk van Judy Chicago. Maar dan heb je dus een hele zaal, groter dan deze, met alleen maar zwarte vrouwen, kunstenaars, journalisten, de Gloria Wekkers. Dank u wel. Toelemonde is klopt, daar. Dus dat is waar. Ja, nee. We zijn er al mee bezig. Hanna Belliot is een ander voorbeeld met wie we, iemand met wie we samenwerken. Dank u wel, mevrouw. We gaan afronden namelijk. Mag ik nog iets heel kort zeggen? Vooruit. Nee, dat klopt. Ja, hou maar vast en ik zeg het echt heel kort. Ik wou zeggen, qua zo van je netwerk uitbreiden, elkaar promoten en elkaar aannemen. En zo denk ik ook dat we elkaar echt heel erg de lucht in moeten steken. Dat we positief moeten zijn over elkaar. Dat we, zoals mannen dat doen, van deze gast is geweldig, deze gast is geniaal, deze, dit is een, ja. Dat we dat ook veel meer moeten doen bij elkaar, ja. Wij vrouwen. Wat was je goed vanavond, man? Ja, hè? Ja. Oh jee. Nou ja, op die noot ga ik wel afronden. Els van der Plas, Lisa Mugge, Sharon Gesthuizen, Meertje Hilken, Stella Bergsma en natuurlijk Ergo Caravan en Tinkerbell. Ook voor de organisatie en voor de organisatie van die prachtige expositie boven. Ga er kijken, want het is echt te gek. En kopen. En niet alleen kijken, maar ook kopen. Ontzettend veel dank dat jullie hier allemaal waren. En tijd voor een glas wijn en heel veel schouderkloppen op elkaar, denk ik. Ja.